Heb je er ooit over nagedacht dat er in Minecraft wel een hel is? Namelijk de Nether, weet je, dat zit onder de normale wereld. Maar er is niks wat boven de normale wereld van Minecraft zit. Er is geen hemel, maar wel een hel. Nou, deze mod lost dat voor je op. Hier is een portal naar de Aether. Een hemelse dimensie in Minecraft. En vandaag in deze video ga ik die wereld een klein beetje verkennen. Het lijkt misschien op de hemel, maar het zit niet alleen maar vol met leuke verrassingen. Zo zijn er compleet andere vijanden, compleet andere dieren. Er zijn een heleboel materialen die je ook kent van de normale wereld. Hier heb je dus Aether Grass en dat wordt dan natuurlijk Aether Dirt. Je hebt alsnog bomen, maar dit zijn wel andere materialen. Bijvoorbeeld een normale torch werkt niet in de Aether. Je kan hem gewoon niet neerzetten. Je moet speciale Aether torches maken. Je hebt andere soorten voedsel. En het allerbeste. De Aether heeft een aantal bossfights. Daar in de verte zie je al een hele grote tempel. Ik geloof daar ergens zit ook nog iets van een fortress. En dat is voornamelijk het doel van deze video. Eigenlijk zou je een hele serie kunnen maken van deze mod. Maar ik heb al zoveel Minecraft-series. Ik ga proberen in deze video de Aether dusdanig te verkennen dat ik de interessantste materialen in mijn handen krijg en alle bosses versla. Maar voordat we daarmee beginnen, moet ik eerst nog eventjes één klein grappig dingetje laten zien. Misschien vraag je je namelijk af, wat gebeurt er als je valt van de Aether? De Nether zit eigenlijk onder de normale Minecraft-wereld. Want weet je wat je tegenkomt als je in Minecraft diep genoeg graaft? Dezelfde bedrock. Dus wat gebeurt er als je hier naar beneden springt, terwijl je boven de normale wereld bent? Nou, dan val je terug in de normale wereld. Je kan niet alleen terug met een teleporter, je kan ook terug door gewoon te springen. Dit zou je kunnen gebruiken om heel snel van A naar B te gaan, als je ervoor zorgt dat je niet te pletter valt. Maar hey, daar heb je ook wat leuke spullen voor. Je hebt namelijk verschillende soorten parachuten. Je hebt ook nog een boek, The Book of Lore. Daar kun je items in doen en dan krijg je een klein beetje uitleg. Misschien moet ik even kijken wat The Book of Lore zegt over The Book of Lore. Ik krijg een achievement genaamd Loreception. Nice. Maar je kan ook je parachute erin doen en dan krijg je dus een kleine uitleg. De beste parachute in de Aether. Deze krijg je als je in de Aether komt. Krijg je één gratis gouden parachute. Je kan er meer maken, namelijk door wolken te minen. Ook heb je een aantal nieuwe ores. Dit is sowieso mijn persoonlijke favoriet. Grafitiet. Wat het doet, is een ore die de tegenovergestelde zwaartekracht heeft. Daar kun je tools van maken, zoals een zwaard. En als je daar enemies mee hit, dan vliegen ze ook omhoog. En vervolgens vallen ze weer en nemen ze dikke fall damage. Very nice. Ik denk dat ik alles soort van heb uitgelegd wat er over deze mod valt te vertellen. In ieder geval, je snapt wat we gaan doen. We gaan een paar vette bossen slopen. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Ik ga eerst eventjes een paar minuten. Ik zweer je, normaal Minecraft spelen. In de Aether is het best wel moeilijk om snel goed armor te krijgen. En ik wil gewoon bam 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 die bossfights in. Misschien is het makkelijker om gewoon eventjes gauw een setje full iron te halen. Dan ga ik in ieder geval niet keihard dood. Tuurlijk, ik had het ook gewoon in kunnen spannen, net zoals die portal. Maar hey, ik ben geen valspeler. Die portal heb ik ingespand voor jou. Ik had voorheen een serie van deze game, echt 5-6 jaar geleden. Wat een kut serie. Na 3 afleveringen is hij gestopt. Of nou ja, ik zou niet willen zeggen gestopt. Hij is meer niet afgemaakt, omdat ik ben lui en ik vond het heel veel moeite om iedere keer te switchen tussen Minecraft en modded Minecraft. Want ik deed ook normale Minecraft series. In die serie wilde ik echt vanaf het begin gewoon beginnen in normaal Minecraft. Obsidian verzamelen, een portal maken naar de Nether, daar glowstone verzamelen en dan, dan pas naar de Aether. Nou, na 3 afleveringen is de serie gestopt. Ik ben nooit in de Aether geweest. Ik had op YouTube een Minecraft Aether serie zonder Aether. Het is best wel jammer. Om die reden heb ik dus besloten om die portal deze keer maar eventjes in te spannen. Anders ben ik deze video meer bezig met normaal Minecraft dan met die mod. En ik gok dat je heel graag die mod wil zien, maar ja, ik weet niet. Dus zal ik eventjes mijn best doen om dit allemaal zo snel mogelijk te laten verlopen. Ik heb hier ooit van een grot gevonden. Gewoon even erin duiken. Pakken al de iron. Pam, pam, pam. En we zijn weer weg. Ondertussen kan het je misschien vermaken met een klein feitje. Ik heb wat gelezen over de geschiedenis van lange nagels. Vroeger kon je op een heleboel rare manieren laten zien dat je rijk was. Maar lange nagels, van die extreem lange nagels, was er één van. Want als je lange nagels had, dan kon je niet werken. Je kon niet werken op het land van de boer als je fucking lange nagels had. Dat werkt niet. Dus
had je vast fucking veel geld. Want je had in ieder geval geen baan. Of in ieder geval niet werk waar ik zwaar werk moet doen. Ik laat andere mensen lekker het zware werk voor mij doen. Want ik heb onhandige handen. Vandaag de dag is het allemaal een stuk makkelijker. Dan kun je gewoon een of ander duur horloge hebben. Dure auto. Groot huis. Heel veel coke en hoeren. Weet je, vandaag de dag is het makkelijk. Maar vroeger, je had toen vast ook wel mooie kleren. Maar lange nagels was blijkbaar gewoon een hele rare... Oeh! Hele rare flex. Kijk eens aan als we daar niet iron hebben. Dat ene materiaal wat ik soort van nodig had. Een geluk bij een ongeluk zou ik zeggen. Trouwens, vandaag de dag is er ook een interessante manier waarop je kan flexen met je rijkdom. Tantoo dure ijsklontjes. Ik vond een website die verkopen 50 ijsklontjes voor 325 euro. Als de bedragen kloppen, het was geloof ik 6,25 euro per ijsklontje. Maar het waren wel... hele mooie ijsklontjes. Het zijn of perfecte kubussen of een hele mooie gladde bol van helder ijs. Niet gewoon kraanwater bevriezen. Nee, dan krijg je allemaal van dat wittige... zit ook allemaal andere troep in je kraanwater. Nee. Dat kunnen we niet hebben. Het is echt gewoon perfect helder, zuiver water. Die ijsklontjes kan je dan stoppen in hele dure whisky. Terwijl ja, voor mij moet je hele dure whisky sowieso niet met ijs drinken. Want dan verdun je natuurlijk ook de bedoelde smaak. Maar hey, dat is even het idee. Doet me denken aan dit feitje wat ik al 10 keer verteld heb over... In Japan zijn er redelijk wat gasten die willen ook graag flexen met hoe rijk ze zijn. Door dure whisky te kopen. Maar ze houden niet van whisky. Dus wat ze dan doen is dan kopen ze hele dure whisky. En laten het of door de gootsteen spoelen. Of ze mengen het gewoon met cola. Of ze shotten het gewoon weg. In principe is het ook weer niet zo raar. Want dat doen we ook met flessen champagne. Sommige mensen zijn fucking rijk. En dan koop je een fles champagne. En wat je dan doet. Is dan schud je hem. En dan spuit je hem zo. Over een of andere chickie heen. Hey, boeien. Ik vind champagne niet eens lekker joh. Ik heb gewoon veel geld. Ik vind het vooral interessant om na te denken over. Oké, maar waar zijn dan nog meer luxe versies van? Heb je tandenborstels voor rijke mensen. Die dan een paar duizend euro zijn? Heb je vaatwassers van 50.000 euro? Bestaan die? Ik weet wel dat er ooit een sappers was van echt 300 euro. Die kon je dan connecten met je Bluetooth. En dan kon je via je mobiel allemaal instellingen doen. Zo van, het is letterlijk gewoon, je doet er fruit in en hij perst. Niet alles heeft een Bluetooth-functie nodig, oké? Ik las laatst ook, sommige rijke mensen kopen boekenkasten. Nou, dat is niet heel raar. Die verkoopt IKEA gewoon. En ze kopen volle boekenkasten. Niet als in, hey, ik heb heel veel geld, ik wil heel veel boeken tegelijk, want ik hou zo van lezen. Nee. Je hebt echt een soort expert, een soort interieur designer. Die vertel je wat je uit wilt stralen en dan matchen ze daar de boeken op. Je kan zeggen, nou, ik wil het laten lijken alsof ik hou van filosofie, wiskunde, bitcoin en kwantumscheikunde ofzo. En dan gaan ze allemaal hele slimme mensenboeken in je kast zetten, zodat als andere mensen bij jou thuis komen, ze denken, wow! Wat heb jij veel boeken over alles? Oh, heel ingewikkeld. Het is wel een beetje sneu dat je heel veel geld uitgeeft puur zodat andere mensen meer van je denken. Maar als je toch op een gegeven moment heel veel geld hebt en wil je huis toch op een manier inrichten. In principe is een boekenkast wel een snelle manier om een beetje een inkijk te geven in, hey, als je dan toch gaat lezen, dat je dat doet, is al een ding op zich. Als je dan toch gaat lezen, wat je dan daadwerkelijk leest. Zegt vast wel het een en ander over je. Vast wel. Ik heb momenteel 30 iron. Ik weet niet of het genoeg is. Ik denk dat we redelijk ver zullen komen aan een setje. Het enige ding is, ik heb maar 1 furnace. Ik heb ook niet meer stone. We moeten ook wel een beetje zuinig gaan zijn met die inventory space. Want ik weet eigenlijk niet of ik een huis wil bouwen in de Eiver. Het kan. De vraag is meer, wil ik dat? Of ga ik gewoon met 1 inventory, 1-man army, gewoon boom, 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 al die boss fights af? Ik heb wel bewust alvast wat koeienhuidjes meegenomen. Aangezien, ja, misschien wil ik toch iets van een boekenkast gaan maken. Er is er nog wat sugarcane in de verte. Fuck it, joh. Neem maar lekker mee. En nu ik toch zo lekker bezig ben met praten over rijkdom, heb ik nog wel een goede tip. Weet je waar je niet in moet trappen? 2 voor de prijs van 1. In mijn hoofd heb jij vast ook, denk je, 2 voor de prijs van 1. Oftewel, 50% korting. Dat klopt, maar alleen als je sowieso al 2 dingen wilde kopen. Ik had laatst, zag ik fucking blikjes Unox, 4 voor de prijs van 3. Dat is 25% korting. Dat is sowieso al niet bijzonder veel op fucking blikken knakworsten. Maar je hebt ook meteen 4 blikken gekocht. Dat is geen probleem, want het komt toch wel een keer op, weet je wel. Het zit in blik, maar ik heb ook vaak zat dat ik denk, 2 appeltaarten voor de prijs van 1. En op een gegeven moment zit ik daar met 1 appeltaart in mijn maag en denk, ja...
Ik heb alweer genoeg appeltaart gehad. Nu zijn er ook heel veel bedrijven die vals spelen. Wat ze doen is ze maken gewoon de prijs van een product duurder op een website. En dan opeens zeggen ze, hey, 2 voor de prijs van 1. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat je meer geld uitgeeft bij die specifieke winkel. En dus niet de volgende keer je knakworsten bij de Albert Heijn haalt in plaats van de Jumbo. In ieder geval niet 4 blikken knakworsten voor de prijs van 3. Doe het dan niet in de korting als je me zo gaat naaien. Unox knakworsten zijn ook echt tamtoe duur. Echt soms 3 euro per blik of zo. Leuk dat je 4 blikken hebt, maar je bent gewoon fucking 9 euro kwijt, vriend. Hoezo korting? Hoezo? Als jij gewoon dit advies onthoudt, nooit 4 voor de prijs van 3. Dan word je vanzelf op een dag wakker in een bed van geld. Gefeliciteerd, mijn vriend. You made it. Je bent officieel tamtoe rijk. Een ander leuk dingetje om te bespreken, ook een beetje in de motivatiehoek. Ik hoop dat je nu super gemotiveerd bent om rijk te worden, zodat je je nagels kan laten groeien. Ik had iets gelezen over het Bannister effect. Er was een man, genaamd een meneer Bannister, en hij was best wel snel met hardlopen. Hij wilde zelfs het wereldrecord breken. Op dat moment, 1954, was er niemand die een mile, 1,6 kilometer, had gelopen in beneden de 4 minuten. Het record was 4 minuten 1 of zo. En mensen zeiden, het is onmogelijk. Je kan niet nog sneller gaan, je nog meer uitputten. Dan ga je letterlijk dood. En op een gegeven moment, ja, die gast heeft het wel gedaan. Bannister heeft als eerste persoon ooit een mile gelopen in 4 minuten. En toen opeens, letterlijk een maand later, nog iemand. En vandaag de dag meer dan 1400 mensen. Als je een beetje een serieuze hardloper bent, dan pak je gewoon het wereldrecord van 1954. En de vraag is waarom? Zijn de schoenen opeens zoveel beter geworden? Weten we opeens een andere techniek om te lopen? Nee. Het idee van het Bannister effect is, mensen dachten eerst dat het niet kon. Mensen dachten, je kan niet zo snel zijn. Maar toen iemand bewees, ah, kan wel gewoon, dachten andere mensen, oh, dit is een doel om voor te streven. Ik voel me echt nu zo'n YouTube-gast die je oplicht dat je zijn Dropshipping Academy moet joinen. Maar het is gewoon een daadwerkelijk cool, motiverend dingetje. Toen mensen eenmaal wisten dat het kon, gingen veel meer mensen het halen. Dat is het Bannister effect, vernoemd naar onze favoriete hardloper. Ik vind het best wel dope. Hey, ik heb een volledig setje iron. Ik heb zelfs nog 6 iron over. Kan ik even een iron sword maken? Ik weet niet eens of die dingen werken in de Eever, maar ja, als deze dingen niet werken, werkt stone vast ook niet. Dus kan je toch beter gewoon meteen iron meenemen. Oké, maken we ook meteen een iron pickaxe. En dan gaan we lekker die kant op. Ik ga wel wat spulletjes droppen, aangezien, ja, wat ik net al zei, ik heb niet heel veel ruimte. Dus dan gaan we lekker de Eever in. Even kijken wat daar allemaal te doen is. Ik heb een klein beetje gecheat dat ik een aantal bossfights gespot heb. De meeste dingen zijn, zeg maar, paleizen in de lucht. Maar een van de eerste bosses zit juist een beetje onderaan deze eilanden geplakt. Dat is heel moeilijk te vinden. Dus ik heb ergens in de verte, geloof ik, voor mij zit die motherfucker er even voor. Ik weet niet of deze gasten gevaarlijk zijn. We kunnen er gewoon op eentje in rammen. Het zijn, oh, nee, natuurlijk, het zijn luchtwalvissen. Ik had, geloof ik, ergens een grote roze, yes, een grote roze paal neergezet. Hier beneden is al de eerste bossfight. De anderen zijn iets verder in de lucht. Maar laat ik eerst even op zoek gaan naar wat van die betere oars. Ze hebben dus dat zwaartekrachtspul. Ze hebben ook nog een andere oar. Die is ook best wel interessant. Oh, kut, die torches werken niet. We hebben de oar nodig die eigenlijk gelijk staat aan de kool van de Eever. Ik wist het niet zeker of deze gasten je standaard aanvallen. Dat doen ze. En ze gooien een heel naar effect op je. Waardoor je besturing heel erg wonky wordt. Het voelt heel erg alsof ik gewoon 13 bier op heb. Ik schud echt alle kanten op. Nu is er een algemeen medicijn. Net zoals de bucket of milk. Je ziet die rare bomen daar in de hoogte. Als je zo'n boom beklimt en die omhakt, dan krijg je daar een soort bessen uit. En die bessen kunnen alle status effecten helen. Dus misschien is het makkelijkste om gewoon eventjes als allereerste... Ik heb mijn crafting table niet meegenomen. Godverdomme. Okay, ik geloof dat ondanks dat deze bomen anders zijn, dat je er wel alsnog ook crafting tables van kan maken. Ja, ja, ja. Skyroot planks hebben we nu. Helemaal fantastisch. Kun je alsnog een crafting table van maken. Kun je ook sticks van maken, maar dat zijn wel Skyroot sticks. Dus soms is het een beetje onduidelijk wat allemaal wel en niet kan. Die furnace heb ik gelukkig wel meegenomen, want ik heb geen eten. Ik ga wel gewoon even terug voor die ene iron ingot. Maak daar een scheppie van. Kan ik heel veel dirt verzamelen, kunnen naar een van die bomen toe. Plukken we daar wat van die bessen uit. Ja, het gaat allemaal heel warrig overkomen deze video. Er zijn zoveel dingen te doen in de Eever. Ik ga proberen zoveel mogelijk te doen. Dus ik heb de schep. We kunnen weer terug. Ik had gehoopt dat dit eten al klaar zou zijn als ik aan zou komen. Jammer genoeg niet. Ondertussen kan ik je nog wel een leuk feitje vertellen. Gaat deze keer jammer genoeg niet over rijkdom. Het gaat over de Crash at Crush. Er was ooit een geniale man
George William Crush. En hij had een geniaal idee. Weet je wat dat echt fucking cool is? Twee treinen die fucking hard op elkaar botsen. Hij had gewoon veel geld, lange nagels, al die shit. Hij zei, weet je wat, mensheid, ik ga dit regelen. Dus hij regelde twee onbemande treinen die op volle snelheid tegen elkaar aan zouden knallen. En mensen konden gratis komen kijken. Zelfs de treinen die kant op kreeg je korting. Gewoon een leuk evenement voor iedereen. Enige jammer is, toen de treinen op elkaar knalden, was best cool. Ontplofte ook de boilers van beide treinen. Dat was niet verwacht. En er kwam zoveel, ja, als een soort granaat eigenlijk. Een heleboel kleine metalen stukken die alle kanten op vliegen. 4 mensen dood. 10 gewonden. Ik moet eerlijk zeggen, als ik daarbij zou staan, toen ik het ook las, zonder het aantal doden en gewonden, dacht ik al, ja, wat voor afstand moet je dan nemen? Ze hebben dit nog nooit eerder gedaan, bewust. 2 treinen op elkaar laten knallen. Weten ze wel wat de gevolgen zijn? Ik weet niet of ik ver genoeg weg sta. Nou ja, blijkbaar niet ver genoeg. Alhoewel, er kwamen echt heel veel mensen op af. Dus als je erheen was gegaan, had je er waarschijnlijk wel overleefd. Oké. Het wordt langzamerhand donker in de Eever. Ik ben eventjes heel veel dirt aan het hakken, zodat we naar die speciale boom toe kunnen. Ik hoef er als het goed is niet over na te denken hoe ik terug kan. Want ik heb een parachute. Ik ben alleen een beetje bang dat ik niet weet hoe ik de parachute uitklap. En dat ik dan alsnog doodval. Maar dat zijn zorgen voor later. Hier heb je trouwens een kleine tornado, over fall damage gesproken. Wat deze tornado's ook doen, is ze verzamelen spullen van de normale Minecraft wereld. Zie je dat? Hij pakt nu wat blokjes flint op en zo. En zelfs een stukje pumpkin. Er komen gewoon willekeurige materialen uit de normale Minecraft wereld. Uit willekeurig spannende tornado's. Ja, ik weet niet echt hoe ik dit uit moet leggen, maar als je houdt van gratis spullen, moet je ze af en toe even checken. Ik weet niet zeker of ik genoeg dirt heb. Oh, fuck. Zit er zo'n beest op me te schieten. Als hij me raakt, val ik sowieso van deze toren af. Parachute? Nergens. Maar dan ook nergens te bekennen. Ik ga ervan uit dat ik wel genoeg heb. Oh, makkelijk. Ik heb alvast even gauw een Skyroot Axe gemaakt. Lukte eerst niet, omdat ik bezig was met craften met normale sticks. Moet je natuurlijk niet doen. Als het goed is, krijg ik die vruchten als ik gewoon bepaalde vakjes van de boom stuk sla. Oh, die daar zo. Een White Apple. Deze genezen alle status effecten. Werken dus eigenlijk hetzelfde als Buckets of Milk. Maar ze stacken waarschijnlijk wel. Oh, dat is best wel handig. Ik vind het erg tof dat de items in deze mod niet te overpowered zijn. Je hebt gewoon mods en dan wil je extra... Wat? Wat gebeurde daar? Oh, man. Van mij werd ik geraakt door zo'n vliegende walvis. Die zijn niet heel gevaarlijk. Zijn een beetje zoals blazes, maar ze gooien snowballs. Dus ik neem aan dat dat is wat er zojuist gebeurde. Ik ben gewoon met een snowball van die hele toren afgedenderd. Nee, wat ik wilde zeggen is, sommige mods hebben gewoon materialen die sterker zijn dan normaal Minecraft. Gewoon een ore die sterker is dan diamond. Ja, dan moet je die wel hebben. Hier is het iets subtieler. Bijvoorbeeld, je hebt een materiaal genaamd zenite. En dat is best wel slecht. Maar hoe meer het stuk gaat, hoe sterker het wordt. Op een gegeven moment moet je dus gewoon een klein beetje, ja, bewust dat spul stuk maken. Als je echt een hele moeilijke bossfight hebt, want dan heb je heel goede gear voor een hele korte tijd. Het is niet gewoon betere gear voor altijd. Het is betere gear, maar het is heel veel moeite om het eerst dusdanig net goed stuk te maken. En dan gaat het niet zo lang mee. In principe was het doodgaan niet het ergste van de wereld. Het had vele malen erger kunnen zijn. En mijn plan is eigenlijk om nu gewoon eventjes zo'n grotje te verkennen. Misschien eventjes niet te veel. Deze dingen kun je trouwens ook doodmaken. Zijn gifplanten. Die droppen acre petal. Ik weet niet wat je daarmee kan doen. Voor mij kan je er eten van maken. Maar dan moet je het eerst betoveren met een altaar. Die ik niet heb. Oké, we gaan gewoon even terug deze grot in. Oh man, ik heb een appel. Nee, wacht. Ho. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet wat ik wilde van de appel. Ik wilde kijken of hier nog speciale ores zijn. Maar als ik de muren niet kan zien, de alle kleuren die ik binnenkrijg, dan wordt het heel moeilijk. Het werkt ook gewoon niet. Huh? Zie ik nu gewoon voor altijd groen? Of gaat het weg als ik naar buiten ga? Dit is echt vet kut. Waarom zie ik groen? Oké, het is weg. Nee, fantastisch. Die grot was in ieder geval verre van een succes. Ik ga wel gewoon eventjes oldschool minen. Ik heb ook al een paar materialen in de lucht gezien. Oh, kijk. Hier heb je al een klein beetje van dat zenite spul. Oh, maar wacht. Is het niet stuk gegaan of wel? Nee. Je kan best een iron pickaxe gebruiken.
maar het geeft niet de materialen die je wilt van een iron pickaxe. Oké, ik heb zojuist al 3 holy stone gehakt. Dat is de cobblestone eigenlijk van deze wereld. Ik heb nog 2 gehele skyroot sticks. Het is jammer dat ik weer al geen crafting table bij me heb, maar die kan ik gewoon ter plekke maken. Eventjes gauwen. Oh, kut. Weet je wat ik deed? Weer al de verkeerde sticks. De holy stone pickaxe. Oké, dan. Nu is de vraag, werkt het nu alsjeblieft wel? Oh, het gaat ook echt veel langzamer. En dan wordt op me geschoten. Oh man, niet nu. Huh? Ik heb het ook weer niet gekregen, of wel? What the fuck? Ik moet eventjes heel gauw op een of andere Minecraft Wikipedia pagina gaan kijken, want dit is niet best. Oh, ik heb het wel gewoon. Nee, ik maakte me al zorgen. De wiki zei van ja, je moet het kapot maken met een pickaxe uit de Ether. Dat heb ik, dus ik vond het al zo raar dat ik hem niet kreeg. Maar het hoort een gemstone te worden. Moet ik dat dan omzetten? Huh? De oor zou een gemstone moeten geven. En daar kan ik dan een altaar van maken. Ik ga wel gewoon even lekker verder minen. Niet te veel op die beesten letten. Fuck die shit. Dit spul is ongeveer net zo zeldzaam als iron. Dus het zou hier wel redelijk snel nog een keer moeten zitten. Ik moet wel zeggen dat de hoeveelheid vijanden... Ah, kijk, daar is nog meer. De hoeveelheid vijanden maken het niet veel makkelijker. Daar ga ik heel open over zijn. Allemaal even oprotten alsjeblieft. Nee. Stel dat je tyfusbeesten... Helemaal geen zin in dit gezeik. Oh man, oh man, oh man. Je kan ze als het goed is ook een zadel omgooien en dan op ze rijden. Er zijn ook verschillende soorten van en die hebben allemaal net weer andere vaardigheden. Ach ja, oh. Het is echt gewoon een integraal deel van het appelproces. Nee, dat is wel beter. Ik had het net over hoe dit vaak items zijn uit Minecraft, maar dan wel... Beter, maar dan wel weer met een nadeel. Dus het groen is gewoon een soort klein nadeel. Ja, je kan het stacken, dat is een groot voordeel. Maar... Oh! Nou heb ik wel gems. Wat heb ik net aan zitten hakken? Oh, graphite! Oh! Daarom hakte het zo langzaam. Ik heb gewoon al diamonds gevonden van deze wereld. Nee, die shit is echt zeldzaam. Die shit is zeldzaam. Die andere shit die ik zojuist heb gevonden, pop. Dat is niet zo boeiend, maar we hebben gewoon diamonds. Normaal gesproken moet je voor diamonds natuurlijk heel diep, maar dat kan niet echt in de Ether, aangezien het zijn allemaal best wel, ja, ondiepe eilandjes. Dus vanaf een diepte van 5, 6 of zo kun je die shit al vinden. We kunnen daar best naar de overkant, zonder een brug, maar dan moet ik even een konijn zoeken. Ik dacht al, voor mij zitten die een beetje hoger in de game. Als je op het konijn klikt, kom eens hier, dan gaat hij... op je hoofd zitten. Best wel cool zo met het full iron. Dit is wel gewoon een setje hoor. Als het goed is kun je vliegen door die konijnen. Of in ieder geval, kijk eens aan. Heel langzaam vallen. Op deze manier kun je dus best wel goed reizen vanuit de ether. Als je gewoon iedere keer bovenop een berg klimt. En dan vervolgens, gewoon naar beneden zo een beetje glide. Kun je best wel makkelijk van eiland wisselen. Hartstikke fijn dit. Ik weet niet of je ook... Ah... Oh. Nou, dat is erg fijn. Erg fijn. Het is best wel irritant als de hele wereld bestaat uit eilanden. Je bent de hele tijd bezig met dirt hakken om bruggen te maken. Is dus niet per se nodig. Best wel tof. Ik weet niet precies of dit nog anders is. Het is een andere boom dan eerst. Maar het konijn zit trouwens wel op je hoofd de hele tijd. Het zit soms een beetje in de weg met hakken als je boven je probeert te hakken. Ik vind dit best wel een significant nadeel. Ik weet niet precies hoe je hem eraf krijgt. Maar kan je hem doodslaan? Maar ook weer niet helemaal. Hij hoort weg te kunnen, op een manier. Ik ben in ieder geval veilig aangekomen op dit eiland. De vraag is denk ik of ze iets meer van dat diamond spul hebben. Dat zou best wel chill zijn. Ik kan eventjes kijken of ik nog wat leuks kan laten zien. Check dit. Huh? Hoppa. Oeh, dat was niet de bedoeling. Er zijn dus verschillende soorten wolken. Sommige die breken gewoon je val. Maar dit is een wolk die een beetje werkt als een soort hyper slijmblok. Wat in combinatie met dit konijn... ook wel weer zorgt voor redelijk interessante manieren van door de game heen bewegen. Eigenlijk vond ik deze mod een beetje stom, maar hoe meer ik over de mod weet, nu ik het ook een beetje, ja, onderzoekenderwijs allemaal een beetje achterkom, hoe vetter ik hem eigenlijk vind. Ik wilde deze video dus eigenlijk vorige week maken. Ik ben super blij dat ik dat niet heb gedaan. De video moest over een paar uur online en ik wist nog helemaal niks van die mod. Dus als ik dan een video had gemaakt, was het gewoon een uur lang ik die geen idee heeft wat hij aan het doen is. Dat is geen leuke video. Is dit nou glas? Ja, ik verzamel niks in ieder geval. Dat mogen duidelijk zijn. Nu vallen ze hem opeens niet aan. Dat is wel raar. Misschien is het een soort tijd van de dag dingetje of zo. Wat ik in ieder geval wilde zeggen is... ik vind het best wel leuk dat ik nu een beetje weet hoe de mod werkt. Maar ook weer niet helemaal. Ik gok dat hier een beetje goede materialen zitten. Dus ik heb zojuist een geniaal idee bedacht. Hey, hoe ik zo snel mogelijk een hoop ores kan vinden. Waaronder deze. Het ding is dus, je wilt gewoon grote muren.
zoals dit. En dat je ze gewoon lekker kan zien zitten, aangezien ze redelijk overal spawnen. Wat je wil doen is gewoon een hoog punt pakken en dan vallend een soort spiraaltje maken om het eiland. Om gewoon een beetje de muren te scannen op, hey, zit er nog wat interessants in? En ja, zoals je nu ziet, er zit zeker wat interessants in. Dit is een van de belangrijkste dingen die we nog nodig gaan hebben. Ambrosium shards. Dit is in principe de kool van deze wereld. Je kan er dus torches mee maken. Yes, eindelijk. Maar je kan er veel meer mee. Je kan hier ook altaars mee poweren om je items nog sterker te maken. Dan is voor nu voornamelijk de uitdaging om zo'n altaar daadwerkelijk te gaan maken. Ik geloof ook, ja, tot nu toe hebben we food gezien in deze wereld. Je hebt die witte appels, maar die healen helemaal niks. Die halen alleen je status effect weg. En ik heb die bosbessen gevonden, maar die healen maar één. Dat is een beetje raar. Dus in plaats van dat je kookt in deze dimensie, kun je eten betoveren om beter eten te worden. Dan krijg je een soort regenboog bosbes of zo. En die hield dan opeens meer. Nu had ik natuurlijk al wat koeienvlees meegenomen, maar hey, misschien kan het handig zijn. Dit is mijn strategie die ik net beschreef. Een klein beetje om het eiland heen vallen en gewoon op die manier een beetje, nou, gewoon een beetje kijken wat er aan de hand is. Misschien is daar wat, weet je wel. Een wolk om te minen. Kom ik ooit nog terug als ik hierheen ga? Nou, achterkant is niet heel groot. Oh, wow, 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 wow. Ik word in één keer keihard tegen een plafond aangebeukt. Oké, als je shift inhoudt, dan stopt het. Maar, oh, ik dacht even dat ik door de wolk heen zakte. Dat zou, ja, best wel balen zijn. Ik zag er wel door de wolk heen. Ik wil graag daarheen. Daar is de shit die ik zoek. Maar ik wil ook niet vallen. Oh, ik heb ook meteen het zand gevonden van deze wereld. Het werkt redelijk als normaal zand, maar dan totaal niet. Het heeft geen last van zwaartekracht en het is heel glad. Het werkt meer een beetje als ijs. Je kan het smelten en dan krijg je glas waar je heel snel op kan lopen. Wat best handig kan zijn voor bepaalde bouwwerken en zo die je wilt maken. Net zoals in de Nether kan je trouwens alle materialen die je hier vindt, kun je gewoon lekker meenemen naar de normale wereld. Ik ga eventjes heel gauw een klein beetje rondzoeken of ik nog iets meer van die diamonds kan vinden. Als dat allemaal lukt, kom ik zo meteen bij je terug. Ik wil namelijk eventjes een pickaxe en een zwaard. En dan kan het bossen beginnen. Ah, ik heb hier in ieder geval wat meer van dat andere spul gevonden. Dit is dat spul dat dus langzamerhand kapot gaat volgens mij. Even kijken hoor, dat ik eerst even ga wat torches. Oh. Weer, hè? Weer de verkeerde sticks. Dat zijn niet de sticks voor de eter. Kijk eens aan, ik heb een aantal ambrosium torches gemaakt. Hartstikke mooi. Kan je nog wel meer van dit spul meenemen? Alhoewel dat konijn wel weer verschrikkelijk in de weg zit. Wat een kutbeest, joh. Echt verschrikkelijk. Oh ja, het is inderdaad zo dat ze alleen in de avond op je schieten. Hey, jongens, ik heb niet zoveel health meer. Ik zou heel graag weggaan uit deze hele nare. Oh! Oeh! Maar die jump van dat konijn stekt heel raar met mijn besturingen, waardoor het nu echt alle kanten op gelanceerd wordt als ik spring. Dus ja, vooral niet springen. No! Ik wil niet van het eiland afvallen, dat niet proberen. Dan ik eventjes zo'n zeer smerige witte appel naar binnen gooien. Oké. Ik geef het terug naar mijn spawn portal. Daar is ook mijn crafting bench. Als het goed is, weet ik ook nog wel een klein beetje van dat gravitiet. Ik heb het gewoon even lekker naar het Nederlands vertaald. Oh, daar zit weer zo'n beest. Ik weet er een klein beetje van te vinden. Misschien, hoop ik. Dit is niet waar ik het wilde vinden, maar volgens mij is dat het gewoon. Gewoon even die strategie die ik eerst ook had. Gewoon een beetje vliegend om een gebouw heen. Ik zie niet zoveel, er zit een konijn op mijn hoofd. Nu is er natuurlijk één hele handige manier om erachter te komen of het gravitiet is. Hey, ik heb zomaar het gevoel alsof ik het heb gevonden. Nee, ik wilde eigenlijk ergens anders heen. Ik had een eiland in de lucht gezien. Er is een eiland redelijk dicht bij mijn spawn. En ik was een beetje aan het rondvliegen om die dungeons te vinden. Zodat ik niet, ja, hè. Zoals ik al zei, sommige zijn een beetje moeilijk te vinden. En ik wil gewoon, ja, deze video een beetje kort maar krachtig houden. Hij is al vet lang. Die 10 minuten zitten al flink in de pocket. Ik wil het ook weer niet te veel oprekken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een beetje rondvliegen. Schrijf er de coördinaten op van de paar dungeons die moeilijker te vinden zijn. En ja, sorry, maar ik heb ogen. Ik zag opeens op een heel perfect mooi rond eiland een paar van deze dingen zitten. Ik dacht, hey, dat is leuk. Heb ik het nou wel opgepakt? Huh? Niet? Deze game fuckt echt met mijn hoofd. Hoezo pak ik het nou weer niet op dan? Ik heb er ook echt vet veel gehakt. Hè? Ik kan wel eventjes proberen een pickaxe te maken met zenite. Kijk eens aan. Een zenite pickaxe. Maar hoe heb ik dan het eerste blokje ooit gehakt? Misschien was het met iron. Oh, de eerste keer. Ik hakte twee blokjes. En één keer kreeg ik hem wel, één keer niet. En waarschijnlijk was het met de iron. Aangezien, ja, ik ben nu eigenlijk een soort van met een stone pickaxe heel veel ook diamonds aan het hakken. Dat was, ik ga het zeggen, ongelooflijk zonde. Als dit werkt, ben ik echt een hele grote sukkel. En moeten mensen mij
Oh, tegen mezelf beschermen. Nee, oké, ik heb er in ieder geval twee. Dat is in principe genoeg. Dan kan ik in ieder geval een zwaard maken. Ik hoor dat ik het wel nog moet smelten in een soort, Ever Approved Furnace. Maar dat komt zo wel. Ik heb er eventjes over nagedacht. Ik vind dat die oars die ik eerder tijdens het cheaten zag, die mag ik wel even meenemen om te compenseren voor de pijn die ik zojuist, ja, best wel hard voelde. Als het goed is, is dit degene die ik bedoelde. Hier zit dan ook een bossfight in, namelijk de zonnegod. Met een beetje geluk kunnen we het zien zitten. Ja, daar zo. Daar zit grafitiet. Ik weet niet of je het ziet op YouTube, helemaal niet op mobiel, maar daar zit wat grafitiet en daarboven zit nog wat van dat zeenight troep. Dan gaan we lekker die kant op. Hoe is even de vraag. Misschien is de makkelijkste manier eerst naar de bovenkant van het eiland en dan langzaam een beetje zakken. En dan proberen onszelf een beetje te vangen door gewoon een blok onder ons. Ik kan het beter gewoon doen. Ik ga het zo meteen doen en het gaat in één keer lukken. En je bent heel trots op me, oké? Okay? Dit is gewoon een win-win situatie. Hey, zit gewoon daar nog meer van dat spul? Of het lukt, dat zou best vet zijn. Of het lukt niet, dan kun je lachen. In principe is het plan heel simpel. Ik ga vanaf een hoog punt die kant op springen. En ja, ik kan zelfs daar gewoon landen. Het is eigenlijk, het is eigenlijk nog makkelijker dan ik dacht. Ik kan gewoon lekker daar zo netjes landen. Ik moet alleen even kijken van ja, normaal gesproken zou je gewoon naar beneden graven. Maar dan sta ik op dat blokje grafitiet. En misschien vlieg ik dan weg de oneindigheid in. Dus misschien kan ik beter eventjes eerst daarheen. En het dan vanaf deze hoek soort van meenemen. Ik heb in ieder geval één geheel blokje van die shit gevonden. Alsjeblieft. Ah, en nog een blokje. Je zou er dus ook volledig armor van kunnen maken, maar dan ben ik nog... Oh, ik wou net zeggen even zoek met zoeken, maar het schiet... Oh, ik schrok. Hij ging er in één keer vandoor. Ik vind het echt een leuk idee. Waarschijnlijk pak je gewoon de code van zand en dan pas je die aan ofzo. Ik ga het proberen. Wacht, als ik hier een torch neerzet en ik zet hem daar dan onder, volgens de zandcode... Ja, ja, ja. Gaat hij niet door die torch heen. Het is echt gewoon precies de code van zand waarschijnlijk. Maar dan de zwaartekrachtknop gewoon omgegooid. Waarschijnlijk kan je ook zo'n piramide maken met torches. En dat dan alles in één keer zo instort. Maar dan andersom. Dat zou best wel cool zijn. Voor mij in creative kan je best wel wat grappige dingen doen met dit graphite ore. Misschien zelfs een kunstwerk waar je het combineert met zand. Dat allemaal dingen naar boven en naar beneden zakken tegelijkertijd. Oh, misschien had je het al door. Maar ik ben redelijk enthousiast over anti-zwaartekracht ores. Ik vond, ja... Kut! Ik ben zojuist gevallen. Oh nee, oh nee, oh nee. Dit is de originele strategie. Kom op, Rick, kom op, Rick, kom op, Rick. Ah, dit ga ik net niet halen. De originele strategie was mezelf vangen met een blokje onder me zetten, maar ja, het lukte net niet. Oké, ik kan gewoon nog een keer omhoog. Gewoon een goede poging 2. Enige probleem is dat ik eerst weer heel veel dirt moet verzamelen, dus ben zo terug. Als een soort eerbetoon aan de eerste paal... Bouw ik hem er lekker naast. Het ding is wel, als je dit heel vaak doet, wordt je Minecraft-wereld, ja, hoe zeg je dat netjes, fucking lelijk. Op een gegeven moment staat je wereld compleet vol met palen, omdat je besloten hebt dat dit een betere manier van reizen is dan daadwerkelijke bruggen maken. In principe is er ook weer niet zo heel veel te doen in de Ever, behalve ja, een beetje ores verzamelen en die spullen gebruiken om bossen te doen. Dus hey, kijk. Ik had al het gevoel alsof ik iets aan het vergeten was. Ah, neem me dat ook meteen even lekker mee. Wat ik voornamelijk gewoon even wil is een setje gear, wat niet iron is, toch eventjes voor de leuk. En dan ja, gewoon even lekker die bossen in elkaar timmeren. Die motherfuckers die snowballs gooien zijn echt niet heel gevaarlijk, behalve op hele specifieke momenten. Ik ben echt totaal niet bezig met het feit dat ze, ja, in het algemeen bestaan. Dat staat niet op mijn lijstje van zorgen, maar dat zou misschien wel zo moeten zijn. Even kijken. Die zwaartekracht oor is hier ergens, maar waar? Als het goed is, zit ik aan de goede kant. Hey! Hier is de dungeon van de zonnegod. Dus die ik aan het zoeken was toen ik die oars inderdaad tegenkwam. Hey, heel leuk dat ik dat spul tegenkom. Daar ga ik ook armor van maken. Maar het is niet helemaal wat ik zocht. Zou het lager zitten? Zou het lager zitten? Ik wil niet nog een paal bouwen. Echt totaal geen zin in. Oh, daar zit het. Ja, daar zo. Oké, wacht. Ik ga wel wat grappigs doen. Oh, dit zou gewoon kunnen. Ik kan gewoon zo graven. Als ik zo graaf, dan wordt het gewoon naar me toe bezorgd. Moet ik alleen wel ervoor zorgen dat ik het goed kan verzamelen. Ik ga dus zo meteen een pickaxe maken van dat spul. En dat heeft nog een hartstikke handig extra trucje. Oh, kijk. Nog meer, joh. Wat een verwennerij. Hoeveel heb ik er nu in totaal? 9. Dat is dus genoeg voor zwaard, pickaxe en dan boots. Misschien zijn dat net boots met feather falling of zo, dat je geen fall damage neemt. Dan zijn ze alsnog best wel handig. Alhoewel, ik heb nog steeds dat konijn op mijn hoofd. Oh.
Ik dacht, wat is dat? Ik dacht, misschien kan je daar het konijn afdoen. Maar je hebt echt nog een heleboel andere dingen. Je hebt bokshandschoenen, je kan ringen om, kettingen, rokjes. Dat is goed om te weten. Jammer dat ik al die dingen nog niet heb. We gaan even lekker naar mijn portaal toe. Ik vind dit echt zo relaxed reizen, joh. Oh, echt genieten dit gewoon. Oké, ik ben weer bij mijn portal. Als het goed is, heeft deze wereld ook zijn eigen furnace. Die je dan weer maakt met, niet. En als ik hier een zeenight ding in doe, krijg ik als het goed is wel een altaar. Oké, een enchanter in ieder geval. Oké, soort van hetzelfde, joh. Misschien moeten die oars daar ook gewoon in? Is een enchanter gewoon een heleboel dingen tegelijkertijd? Oh, dit gaat echt heel lang duren. Heb je ooit afgevraagd hoe lang het duurt om diamonds te smelten als dat zou kunnen in Minecraft in vergelijking met iron? Nou, blijkbaar echt heel lang. Ik ga me afvragen, is 10 ambrosium shards genoeg, zeg maar. Het is wel meteen duidelijk, een enchanter is eigenlijk gewoon een furnace. Oh, ja, ik heb er één. Enchanted gravitite. Nice. Nou, terwijl deze shit aan het afbakken is, ga ik eventjes iets heel, heel, heel belangrijks testen. Wat jij je misschien al de hele tijd afvraagt, wat ik gewoon keihard aan het negeren ben. Weet je wat er gebeurt als je gaat slapen in de Nether? Je gaat dood. Maar wat gebeurt er als je gaat slapen in de Ever? Dit is mijn bed als het goed is waar ik in geslapen heb. Dus deze kan veilig mee. Ontploft die? Misschien heel je wel? Ik heb geen idee. Spanning, avontuur, mysterie. Wauw. Ik zal hem eventjes een klein beetje bij mijn shit wegzetten voor het geval hij volledig ontploft. Oké, let's go. Ja, doet niks. Ja, balen. Ik zal even kijken wat hier de progressie is. Wauw. Dit is echt, maar dan ook echt heel, heel langzaam. Maar... Oh, weer de verkeerde stick. Alsjeblieft, Rick. Doe jezelf een gunst. Ik dacht echt even, heb ik nou zoveel moeite gedaan voor een recept wat niet bestaat? Weer de verkeerde sticks. Doe jezelf een gunst. Gooi die fucking sticks weg. Alsjeblieft, je blijft dit maar verpesten. Ik heb echt geen enkel nut aan hout van de normale wereld. Het doet hier niks. Oké, probeer het gewoon even nog een keertje. Doen we lekker deze sticks. En dan 2 enchanted gravitite. En dan krijgen we een gravitite sword. Hell to the fucking yeah. Nou is de vraag alleen, kan ik hem nog enchanten? Waarschijnlijk als ik hem hierin doe, gaat er niet zoveel gebeuren. Nee, dit is echt gewoon een soort overtje. Terwijl ik zo aan het zeiken ben over hoe langzaam het is, bedenk ik me opeens, ja, ik kan er ook gewoon nog één maken, toch? Weet je, ik heb zat zeenight shit. Misschien is dat makkelijker, daar gaat het wel 2 keer zo snel. Behalve dat ik ook, ja, heel hard door die shards heen ga, die ik wel heel hard nodig heb om te smelten. Misschien kan ik ondertussen gewoon het beste eventjes een klein beetje van die extra ambrosium shards halen, weet je. Misschien kan ik het beste in de tussentijd even wat extra ambrosium shards halen. Ik vergelijk het de hele tijd al met coal van Minecraft, maar die vergelijking gaat ook op nog een manier, namelijk dat in het begin van Minecraft heb je echt fucking veel coal nodig, maar yes, coal, eindelijk! Na een half uur spelen, iedere keer als je coal zie, denk je gewoon, ja, boeien. Ik heb echt torches voor de rest van mijn leven. En het ding was, ik voelde me al een beetje op die manier. Ik denk, pff, ambrosium shards, waar heb ik die nou weer voor nodig? Allemaal lekker liggen. En nu blijkt, ja, dat ik ze toch wel nodig heb. Ik ga hier wel gewoon een klein beetje minen. Kijk, dan kom je ze snel genoeg tegen, joh. Hartstikke mooie dingen. Ik merk nu wel dat, ja, mijn spullen raken een beetje. Hey, lekker ding. Wat doe jij hier opeens? Hey, nog meer. Op de Minecraft Wikipedia pagina van deze mod staat toch echt dat dat spul zeldzamer is dan diamonds. In hoeveel procent van de blokken zo'n blok zijn. Dus, ja, ik heb geen idee waarom ik het zo vaak tegenkom. Ik ben gewoon super goed in minen. Nu komt het hele coole punt. Ik heb dus ook een gravitite pickaxe gemaakt. Ik krijg ook de achievement. Roze is het nieuwe blauw. Hij is dus net zo goed als een diamond pickaxe. Maar als het goed is... Oh shit. Ik dacht dus dat je blokken ook kon laten zweven. Oh, huh? Maar het staat wel in het boekie. You can right click on any stone block and it will levitate. Oh, maar het werkt alleen op stone blocks en dus niet op dirt. Oké. Dat kan ik echt heel makkelijk testen. Dames en heren... Doei! Wat trouwens best handig is, is als deze blokken omhoog gaan en volledig omhoog gaan, dan breken ze op een gegeven moment. Kijk, het duurt eventjes en dan krijg je dus het blokje in zijn normale vorm. Als in, het werkt eigenlijk als een indirecte silk touch. Als in, als ik dit trucje zou doen op een koolblok, dan krijg ik niet coal, maar krijg ik het koolblok. Het werkt eigenlijk als silk touch, maar het werkt alleen op ores. Hetzelfde voor diamond ore, et cetera, et cetera. Hartstikke leuk allemaal, maar de echte vraag is, wat gebeurt er als ik op het blok sta? Yes! Het werkt gewoon! Later, nerds! Ik ga er vandoor! Waarom is mijn...
Mijn konijn was weg. Ik viel rete hard. Maar, mijn benen doen het nog. Oké, dat gaan we niet nog een keer doen. Maar was wel grappig. Over slechte ideeën gesproken. Het is ook geen slecht idee om eventjes misschien iets van een kist te maken. Ik heb met de dood in de ogen gekeken. Ik weet, het leven is hartstikke kostbaar. Voor je het weet, ben je er niet meer. Ik geef eens een aantal van mijn mooie spullen in deze kist stoppen. Of weet je wat, ik flikker gewoon alles erin. En dan haal ik eventjes alleen de dingen eruit die me ook maar een klein beetje boeien. Torches kunnen weg. Die Ambrosium pickaxe neem ik mee. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik er nog één maak. Voor de zekerheid. De reden is, we gaan zo meteen. En met zo meteen bedoel ik tussen nu en een minuut. Gaan we niet aanvallen, hè? Oh, motherfucker. Motherfucker. Rot op. Het zou leuker zijn als hij gewoon helemaal wegvliegt. Dat hij gewoon echt een minuut lang omhoog gaat. Maar dit werkt best wel prima. Wat ik dus wilde zeggen is, we gaan zo meteen binnen nu en een minuut naar de eerste boss fight. Die heb ik nog niet gedaan. Maar ik weet wel, je kan hem alleen pijn doen met de pickaxe. En misschien gaat dat een beetje raar doen met die Gravitite pickaxe. Misschien gaat de boss dan ook de lucht in. Dus heb ik voor de zekerheid ook eventjes wat andere pickaxen meegenomen. Het enige wat ik nog even moet doen is misschien iets van extra armor aandoen. Even kijken, ik heb nog 6 blokken. Daar kan je eigenlijk net niks mee. Jij kan een helm maken. Nou, wat leuk. Nou, we zien in ieder geval een stuk gezelliger uit. Het zijn wel echt hele blije kleuren allemaal hier in de anti-nether. Oké, nou, ik denk dat dit het zo wel is, ja. Het enige wat misschien wel even de moeite waard is ook wat beter eten meenemen. Als het goed is, kan je die blueberries dus hierin flikkeren. Om er wat voedzamers van te maken. Dus het werkt meer gewoon een beetje alsof het vlees is. Maar hey, in de hemel, hier zo, is iedereen vegetarisch. Voor mij droppen de mobs geen vlees, alhoewel... Oeh, een enchanted berry. Oeh. Ja, dat is wel cool. Ik kan nog even proberen gewoon mijn tools erin te smijten. Doet dat wat? Nee. Oké, dat is gewoon heel jammer. Ik ben er klaar voor. Het is tijd voor die boss fight. Het is dus bij die prachtige roze paal die ik daar in de verte heb gezet. Het enige probleem is, je moet hier naar beneden springen. Ik dacht, oh, ik heb wel iets van een parachute bij me tegen die tijd. Ja... Nee. Ah, dit kan ik nog net doen. Ik kan ook wel een beetje klimmen, joh. Oké, gaat soort van goed. En als het goed is, is hier dan de ingang van de allereerste dungeon. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Nog nooit zo voorbereid geweest. Ik heb deze dungeon nog niet gedaan. Gelukkig weet ik wel het allerbelangrijkste. Je kan dus alleen enkel de boss damage doen met de pickaxe. Dus een pickaxe mee hebben lijkt me echt het allerbelangrijkste. Verder is er nog één... Eén wapen wat ik graag wil maken. Als ik me niet vergis, heeft deze game naast crossbows ook nog eens... Kijk, daar heb je ze. Poison dart. Naast... Wow! Wat was dat? Wat ik wilde zeggen is, naast de pijl en boog heb je ook een soort pijlenschieter. Daar gaan dus deze poison darts in. En die zijn wat sneller, maar... Waar kwam die explosie vandaan? Heeft dit landmijnen? Dat zou best kunnen. Dat deze dungeon gewoon vol zit met... Oh! Iets van bescherming in ieder geval. Hummer. Oké. Die ontploffen. Oké, nee, dat is een interessante vijand. Redelijk agressieve zelfmoordtechniek als je het mij vraagt. Hier zou zo'n pijlenschieter best fijn kunnen zijn. Ze komen ook echt overal vandaan, joh. Oh, en het zijn er ook best wel veel. Dit is allemaal... Ik ga eerlijk met je zijn. Heel onhandig. Ik hoop dat ik wel iets van eten kan vinden. Aangezien ik heb niet heel veel eten meegenomen. En ik heb een klein beetje die boss battles op YouTube gekeken. Om toch een beetje te snappen hoe het ongeveer werkt. En de meeste boss battles duren echt 10 minuten. Dus als mijn eten op is, dan... Daar is hij. Slider. Deze kamer ziet er iets minder uit zoals de dungeon. Dat is een nap chest. Ook een welbekende vijand van deze dimensie. Neppe chesten. Hij blijft maar de lucht in springen door die enchantment dinges die ik hierop heb zitten. En natuurlijk zitten hier ook gewoon van deze motherfuckers. Alsjeblieft, rot toch op, joh. Rot toch op. In principe is een dungeon als dit niet heel moeilijk. Als je maar gewoon rustig aandoet en gewoon een beetje blijft healen tussendoor. Daarom ben ik dus wel een beetje bang wat er gebeurt als mijn voedsel gewoon, ja, compleet op is. Oh man. Natuurlijk heb ik ook niet die witte bessen meegenomen. Als het goed is, houdt het vanzelf op. Als het goed is. Ik hoop het in ieder geval. Ik ben niet dood. Ah. Nee, oké. Het houdt vanzelf op. Maar het kan een stuk sneller ophouden als je zou willen. Oh fuck. Jij ook al.
Ik heb echt best wel veel problemen in deze dungeon momenteel. Misschien kan ik beter gewoon door naar de boss fight of zo. Misschien. Er zitten echt veel te veel van die. Oh, een ring en een cape. Oké, dat is wel netjes. Ik zat net een beetje te twijfelen van ja, ik heb best wel veel moeite met niet doodgaan momenteel. Ook een paar van die tyfusvogels hier zo. Alsjeblieft, rot een eind op. Aan de andere kant, ik kom echt nog wel wat goede loot uit. Oh, fuck. Leg me dood worden volgens mij dit. Nee, nee. Please heal. Ik heb er even over nagedacht. Ik ga gewoon even proberen de hele dungeon af te maken. Dan ga ik even eten halen en dan gaan we naar de boss fight toe. Want dit gaat niet helemaal zoals gepland. Het ding is vooral gewoon dat ik voor deze cupbeesten gewoon even een pijl en boog moet hebben. Of nog beter zo'n blaaspijp. Alleen ja, moet ik even uitvogelen hoe ik die dan precies in elkaar wil gaan toveren. Wat wel heel handig is, voor mij kunnen ze niet onder zichzelf schieten. Een beetje omgekeerd konijn, weet je wel. Dus als ik ze gewoon omhoog... Godverdomme. Als ik ze gewoon omhoog schiet, als het lukt, dan kun je ze gewoon blijven damagen. Maar ja, dan moet je niet geraakt worden, want dat is gewoon heel erg irritant. Ik hoop zo erg dat dit de laatste is. Nee! Oprotten! Oprotten! Sterf! Ah, hij dropt wel iets cools. Maar nou niet uit. Trouwens. Oh ja, ik kan natuurlijk die andere dingen even aandoen. De cape kan aan en de ring kan aan. Je kan zelfs twee ringen aandoen. Oké. Geef wat gewoon nog veel meer armor. Oh, trouwens. Er zit gewoon weer van dat super legendarische zeldzame spul in de muur. Ik begin heel erg te twijfelen aan de vermeende zeldzaamheid. Misschien vergelijken ze het met de zeldzaamheid van Diamond over de hele Minecraft wereld. Niet meenemen dat het vooral ja, heel diep zit. Misschien dan is het ongeveer net zo zeldzaam. Oeh, een Zenite Sword. Ja, joh, het is niet alsof ik inventory space aan het besparen ben. Ik blijf iedere keer weer schrikken. Zo, want de helft van de kisten zijn gewoon deze gasten. Waarom is dit zo'n probleem voor mij? Ik ben hem echt aan het hoog houden momenteel. Oké, ik heb momenteel een klein probleem. Voornamelijk dat ik flink hard stervende ben. Als ik echt heel goed mijn best doe, dan kan ik gewoon deze dungeon door blijven gaan. En anders ga ik dood. Boeien. Weet je wat ik dan doe? En dan loop ik gewoon weer dezelfde kant op. En dan pak ik mijn spullen gewoon weer op. Ja, toch? Ik ben vast bijna klaar. Dat kan haast niet anders. Toch? Nou, ik denk dat dit de laatste kamer is. Oh, tuurlijk. Teleurstelling. Dat kan er ook nog wel bij. Ik weet niet of we ons uit kunnen graven. Of je gewoon je pickaxe in een willekeurige muur... Oh ja, dat kan wel. Heb ik net natuurlijk ook een klein beetje gedaan. Ja, we kunnen de uitgang zoeken, maar pff, waarom zou je als je ook gewoon dit kan doen? Wat je ook nog kan doen is naar beneden graven, uit de wereld vallen, dan we naar een normale Minecraft wereld gaan, hopen dat je niet fall damage neemt en dan weer terug deze kant op via de portal. Kan ook nog. Nu ik halverwege het graven ben, bedenk me opeens wel dat deze dungeon best wel diep zit. Dus ja, naar boven graven is best leuk. Behalve als het echt heel lang duurt. Dan is het vooral best saai, kan ik heel eerlijk over zijn. Ah, de zoete overwinning van de buitenlucht, alhoewel. Kutzooi. Hoe ga ik dit doen? Ik heb niet zoveel health. Ik stond echt op een punt om te springen en toen opeens dacht ik, oh ja, maar dan val ik wel dood, zeg maar. Want ik ben al half dood. Ik heb momenteel maar één missie, zoveel mogelijk bessen plukken en naar huis gaan. Of nou ja, huis, ik heb geen huis. Ik heb een kist en een crafting table en twee dingen waarin je kan smelten en dat dan heel lang duurt. Dat is geen huis, dat is gewoon sneu. Maar het is wel mijn sneu. Ja toch? Even kijken. Wat meer van die berries had ik ja allang al mee moeten nemen. Misschien kan ik trouwens de nacht gewoon beëindigen door in de normale Minecraft wereld te slapen. Daar lijkt het momenteel ook gewoon gezellig nacht te zijn. Ik weet verder niet of je met een normale enchanting table zeg maar deze tools kan enchanten. Dat zou ook best wel kunnen. Dat weet ik niet. Ik vind het niet echt eerlijk om er eentje in te spannen. En ja, als ik er een wil maken, dan moet ik in de normale Minecraft wereld naar diamonds gaan zoeken. Dan ben ik daar best wel lang mee bezig. Dus ja, jammer dan maar, hè. Wat ik wel heel goed kan gebruiken is twee extra enchanters. Want, oh, drie zelfs. Ook prima, joh. Het schiet nog steeds niet op. Makkers, het is tijd. Wat een perfecte timing. Het is tijd om af te maken waar ik enkele dagen geleden aan begonnen ben. We gaan de fucking boss fight vink in elkaar mappen. Ik vind dit reet spannend. Ik denk dat het wel te doen is. Ik heb in ieder geval bakken met voedsel meegenomen. Zoals je misschien gemerkt hebt, is het me niet gelukt om de XL gameplay op tijd online te krijgen. Ja, ik zat nog te denken aan maandag, dinsdag. Maar op een gegeven moment ben je gewoon zo te laat dat je gewoon moet accepteren dat je gefaald hebt. Deze bossfight is in principe best goed te doen. Aangezien hij kan alleen maar bewegen in een soort van rechte beweging. Ik weet niet wat er gebeurt als ik hier ga staan.
Hij kan klimmen. Oh nee. In principe is de boss fight best goed te doen. Hij lanceert je iedere keer de lucht in als hij je raakt. Dus af en toe eventjes een beetje afstand nemen. Ik denk dat ik de boss fight begrijp. Je moet gewoon denken als een vierkant. Die gast beweegt iedere keer naar je toe. En dat is een lange beweging totdat hij iets raakt. Dus als je gewoon een beetje meebeweegt met zijn bewegingen, dan kun je ongeveer totaal niet geraakt worden. Ondanks dat die grapjas echt compleet naast je staat. Deze boss fight gaat nog wel eventjes duren, vrees ik. Dus misschien kan ik het een en ander vertellen. Ik heb net een groot deel van de video geëdit. En het viel me op dat het begin van de video was heel veel feitjes. Eigenlijk totaal geen gameplay. En het tweede deel van de video was eigenlijk het tegenovergestelde. Heel veel gameplay, heel veel praten over een wereld waar ik vrij weinig van begrijp. Ik heb echt flink zitten cringen bij dat stukje waar ik al die oor hakte met de verkeerde pickaxe. Ik zat te kijken van, gast, zie je niet dat je geen oor verzamelt? Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die dat keek. En heel, heel verdrietig werd. Gelukkig heb ik in ieder geval nog best wel veel feitjes om te vertellen. Dus als ik me een klein beetje kan focussen op zowel gameplay als de feitjes, kan ik daarover vertellen. Zo heb ik onder andere heel veel gelezen over de geschiedenis van de uitvinding van de dieselmotor. Dat klinkt allemaal heel erg saai, totdat je erachter komt dat er een hele complottheorie omheen zit. Namelijk de uitvinder van de dieselmotor, Rudolf Diesel. Voordat die motoren echt op grote schaal geproduceerd werden, is hij onder zeer mysterieuze condities. Ho! Die gozer wordt in één keer fucking boos. Fuck! Dit krijg je als ik feitjes probeer te vertellen tijdens een bossfight. Oh man, het voornaamste probleem is, ik geloof dat die bossfightkamers, die worden afgesloten. Als in, als de bossfight eenmaal begint, dan gaat er een muur achter je dicht, waar je niet doorheen kan hakken. Oftewel, als je een bossfight verliest, kan je de boss nooit meer proberen. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling was. Het idee van, hey, je kan niet wegrennen, vind ik best tof. Maar dat al mijn spullen daar nu liggen en ik er niet bij kan, ben ik iets minder enthousiast over. Dus ik ga denk eventjes gauw in creative door die muur heen beuken in ieder geval. Dat is niet helemaal mijn manier van spelen, maar ik wil deze video niet oneindig lang maken. Je bent al een tijdje aan het kijken. We zijn er nog lang niet. Er zijn 4 bossfights. Ik heb er momenteel geen enkel gehaald. Alhoewel, ik was wel echt heel, maar dan ook heel dichtbij. Even kijken. De bossfight. Oh, die explosieve gastjes zijn er ook gewoon nog steeds. Oké. Oeh, de bossfightkamer is gelukkig gewoon open. Maar zo te zien is het enige nadeel dat de complete bossfight opnieuw begint. Oh man, dat is gewoon onaardig. Onaardig en oneerlijk. Oké. Ik kan wel inderdaad niet meer weg. Dat is heel tof om te zien. Ik had misschien beter eerst even mijn armor aan kunnen doen. Fuck. Ik moet dus even een goed moment pakken om eventjes gauw stukje voor stukje. Oké, hij is nu weer een soort van weg. Kan ik even een ring aandoen? Oké, ga ik even hier staan. Daar kan hij niet heel snel bij. Even een zwaardje pakken. Misschien een keer wat eten. Ah! Nee! Fuck! Het fijne is wel, de boss battle begint pas als je die gast eenmaal in zijn gezicht slaat. Dus ik heb best wel wat tijd als ik gewoon de tijd even neem. Wat doe jij hier nou weer dan? Motherfucking motherfucker! Dit is gewoon compleet lullig. Ik wil niet die boss fight slaan ook. Niet nog een keer, nee! Oké, dit komt goed. Het is een klein beetje onhandig, maar dit is een minimale. Hier kan ik mezelf nog overheen zetten. Ik heb gelukkig ook een paar van die witte appels meegenomen, als die niet gesneuveld zijn tijdens mijn sterven. Oké. Ik moet wel zeggen, ik vind het hele gebeuren niet zo fijn, aangezien dit is de makkelijkste bossfight van alle bossfights. Gelukkig, 3 keer is scheepsrecht, maar... Huh? Oh, mijn body is gewoon stuk. Oh. Ja, nee, ik heb wel flink wat klappen gehad, ja. Nee, oké, dat is fantastisch. Dan doe ik deze bossfight gewoon zonder body. In principe, als je gewoon oplet en niet een verhaal aan het vertellen bent, neem je 0 damage. En dat ga ik nu bewijzen. Kom dan. Hij komt niet eens. Hoppa. Oké, glij je maar. Yes. En yes. En yes. En yes. En yes. En yes. En oh, wat een makkelijke bossfight. Oh, ik ben zo goed. Het is vast ieder moment turbo tijd. Kom dan met die rode kop van je. Hoppa. Daar heb je hem. De turbo rat. Oh, fuck. Oké. Hij is wel echt heel snel nu. Oh man. Dat was niet cool. Dat was niet... Nee! Fuck! Hij is te snel. Ik kan niet healen. Oh man. Ik moet nu echt gewoon geen fouten meer maken. Ik moet gewoon hele kleine... Nee! Fuck! Fuck!
Fuck. Kutzooi. Je wil dit eigenlijk doen met iets van een potion of regeneration. Dat je gewoon tijdens het rennen een klein beetje kan healen. Of iets waardoor je food gewoon eventjes tijdelijk niet opgaat. Het ding is vooral dat eten, terwijl die gast zo snel beweegt, dat is kut. En dan ja, als je geen food hebt, dan restort je health niet. En dan ja, als je dan een paar fouten maakt, wat ik doe, want ik ben een mens. Ja, dan ga je gewoon helemaal kapot. Ik vind het wel echt een leuke boss fight. Het is niet alleen maar hele goede gear hebben, maakt het wel makkelijker. Je moet ook een klein beetje skill hebben en geen YouTuber zijn. Nee, rot op met je explosies. Ah joh, we proberen het gewoon lekker nog een keer, ja toch? Hij gaat vast ieder moment weer in turbo-modus. Yes, daar is hij weer. Ik heb er even voor gezorgd dat ik full food heb. Dat gaat vast soort van meewerken. Dit lukt soort van. Kom op. Nee. Het ging zo goed. Alsjeblieft. Sterf. Woe. Oké. De heer is neer. We hebben de bronze key. Hier gaat als het goed is iets open. Is er een prachtig kistje. Die kan open met de bronze key. Hier heb ik keihard voor gevochten. Oeh, interessant. We hebben onder andere een Phoenix Bow. Oké. Valkyrie Lance. Voor mij heb je daar meer attack afstand mee. Het zou in principe een soort, ja, lans moeten zijn. Een soort lang zwaardspeer ding. We hebben een Cloud Staff. Ik geloof dat je daarmee magie kan doen. Het lijkt een beetje op pijl en boog, maar dan heb je dus geen pijlen nodig. Je kan er een soort van, ja, dingetjes mee schieten. Dat gaan we zo meteen zeker even uitproberen. Verder heb ik een heleboel lightning knife. Daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. En een heleboel golden gummy sweats. Ik weet niet precies wat dat is. Ik heb het eventjes opgezocht. Als je 8 sweats hebt, net heel erg jammer, en 1 suiker, dan kun je er zo'n soort snoepje, soort gummy snoepje van maken. En dat is dan redelijk goede food. Verder ben ik erg enthousiast over de dingen, wow, die ik gekregen heb. Vooral de Phoenix Bow. Ik weet dat er zijn een aantal stukjes Phoenix gear. Hey, wat hebben we daar voor moois? Helemaal niet eerder gezien, joh. Ik weet, je hebt een aantal stukjes Phoenix gear. Phoenix is natuurlijk een soort vuurachtig spul. Ik geloof dat de Phoenix Bow dan ook standaard ook iets van fire damage doet. Ik geloof dat het niet opgaat voor de Phoenix Bow. Maar de stukjes Phoenix Armor is een soort van vuur armor. Dat kun je koelen met dit spul. IJssteen. Omdat dat Phoenix spul dus van vuur is, kun je de stukjes armor, maar ik geloof niet de bow, die kun je koelen. Dat doe je door het te craften samen met IJssteen. En dan koel je het af en dan krijg je Obsidian armor. Wat nog veel sterker is dan Diamond Armor. Het enige jammer is, ik heb een Phoenix boog gehad. En ja, die kun je geloof ik niet koelen. Maar het is sowieso een hele sterke boog. Enige nadeel is dat ik volgens mij niet zo heel erg veel pijlen heb. Als ik het me goed kan herinneren, heb ik hier ergens een tunnel naar buiten gegraven. Hartstikke fijn. Nu zou ik meteen door kunnen naar de volgende dungeon. De Silver Dungeon, die zit daarboven. Maar ik wil eerst nog één dingetje maken. Ik wil een pijlenschieter. Of nog beter, een giftige pijlenschieter. Ik geloof dat je van deze dingen gif kan verzamelen. Ik had geloof ik ook nog een emmertje gif liggen, maar daar gaat het even niet om. Verder moet je zo'n pijlenschieter craften door middel van speciale dingen die je krijgt als je golden oak trees, dat zijn een soort zeldzame oak trees, als je die hakt met een graphite pickaxe. Ik heb hier een tijdje op zitten kutten. Ik heb een heel deel van de opname waar ik de verkeerde boom hak met de verkeerde pickaxe en opeens bleek, oh, je krijgt het alleen als je de bomen hakt met de beste pickaxe. Ik vind het een klein beetje nergens op slaan, maar misschien hebben ze dat gedaan, zodat je niet meteen, als je de Eevee binnenkomt, dat je een van de sterkste wapens kan maken. In ieder geval, je hebt deze dingen nodig. Golden Ember, die je dus verzamelt van de Golden Oak Trees. En die moet je eventjes in een crafting table pleuren. Nou, toevallig heb ik er daar nog steeds eentje van. Dit hele basisgebeuren blijft echt een zeer... Oh, nee! Kut! Ik wilde de bosjes looten, niet kapot maken. Hier met die bosbessen. Ik ga er best wel hard doorheen. Als het goed is, is het crafting recipe verder heel simpel. Gewoon 2 planks en dan een golden ember. Yes, dan krijg je een golden dart shooter. Die combineer je met de Skyroot Poison Bucket voor een poison dart shooter. Nu heb ik een aantal darts. Waarschijnlijk kan ik alleen de poison darts afschieten. Ik heb ook golden darts. Waarschijnlijk kan je daar poison darts van maken als je ze zo hoppakee eromheen doet. Maar dan kom ik er 1 tekort. Maar natuurlijk. Dit is ronduit jammer. Ik heb in ieder geval die dartshooter. De hoeveelheid pijlen. Oh! Echt super handige dingen. Omdat hij dus zo snel achter elkaar kan schieten. Ja, de darts zelf zijn nogal een probleempie. Oh, hij is gepoisoned. Dat is wat ik ook had. Dat je zo alle kanten op gaat. Dat is wel cool.
De darts verzamelen gaat nogal moeilijk worden. Alhoewel, je kan ze geloof ik ook craften. Volgens de wiki zou ik die dingen ook gewoon moeten kunnen craften, maar het werkt niet. Het heeft waarschijnlijk te maken met, er zijn verschillende versies van de Minecraft Eevee mod. Je hebt Minecraft Eevee, Minecraft Eevee 2 en eentje die er tussenin zit, Eevee Legacy. Die speel ik. Dus sommige dingen werken niet helemaal. Die dartshooters zijn in ieder geval supersterk. Dat maakt het wel extra jammer dat ik het niet echt makkelijk bij kan maken. Maar die shit vind je vanzelf alweer in Dungeons. Wat ik wel even bij ga maken is eventjes een hele goede Gravitite chestplate. Oeh, en dat broekie is ook alweer aan vervanging toe. Maar ik vrees dat ik niet dusdanig veel iron bij me heb. Of ook maar iets wat er een klein beetje op lijkt. We kunnen gewoon eventjes wat zenite meenemen. En iets van planken om een crafting bench te maken. Als ik eenmaal bezig ben met die sky dungeon looten, dan kom ik vanzelf alweer genoeg spullen tegen. Misschien is het ook niet echt onhandig om nog wat extra food mee te nemen die kant op. Aangezien, ja, dat is toch wel samen met mijn matige gameplay, waar ik de vorige keer compleet over gestruikeld ben. Nog eventjes over de andere wapens. Die Phoenix Bow. Dit dus. Het lijkt alsof er een pijl in zit. Maar als je dan schiet, dan niet. Ik heb ook geen pijlen, maar bij een normale boog in Minecraft kun je dan ook niet, zeg maar, dit doen. Dus dat is een beetje raar. Die lans werkt, zo te zien, best wel goed. Werkt die ook? Oh ja, kijk! Het is een melee wapen, maar je kan op een verdere afstand damage doen. Dat is best wel interessant. Dat je gewoon, Oké. Echt een beetje die afstand, zeg maar, in je voordeel kan gebruiken. Wat je nou precies kan met die cloud staff, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Hij schoot eerder balletjes, dacht ik. Maar nu niet meer? Ach ja, maakt ook allemaal niet uit. We gaan gewoon even lekker door met de echt belangrijke dingen. Ik doe even gauw lekker een konijntje op mijn hoofd. Yes, hartstikke bedankt. En dan doe ik gewoon weer waar ik het allerbest in ben. Van A naar B reizen. Door middel van een hele grote sprong. Die Sky Temple is daar. Mag nog wel een flink stukje hoger. Een beetje meer zoiets. Oh, dat ziet er wel haalbaar uit. Kijk eens aan. Oh, dat is zo lekker relaxed. Die Sky Temple zien er wel echt heel... Hey! Een interessante locatie om die oor neer te zetten. Heeft waarschijnlijk te maken met hoe de game qua code in elkaar zit. Hoe die shit spant. Spant gewoon zo aan het dak. Zal mij allemaal vrij weinig boeien. Welkom in de tweede dungeon. Oh, hey, fuck. Ik wou je niet helemaal aanvallen. Het is soort van een klein beetje gebeurd. Deze dungeon wordt namelijk bewaakt door deze mensen. Valkyries. En de dungeon baas is dan ook de koningin van de Valkyries. In principe is het best een goed idee om die Valkyries aan te vallen. Aangezien ze droppen een victory medal. Daarvoor moet je er 10 hebben voordat je de boss fight mag uitdagen. Dus ja, als je toch al door deze dungeon heen moet, is het geen verkeerd idee om meteen eventjes 10 van die Valkyries te slopen. Voor zover ik weet vallen ze alleen aan met melee. Dus misschien dat die Valkyrie lance dan best wel goed van pas komt. Of hebben zij ook een lance? Want dan wordt het wel een klein beetje problematisch. Ook hier is het weer. Het gaat in principe best goed als je maar afstand houdt en een klein beetje op je HP let. En als die laag wordt, misschien iets eten. Niet compleet onhandig. Laat ik het niet ingewikkelder maken dan het al is. En gewoon eerst even lekker de hele benedenverdieping looten. Hey, wegblijven. Afstand. Ze vallen je als het goed is niet aan. Dat is wel chill. Je moet ze echt uitdagen door ze pijn te doen voordat het gevecht begint. Nou, ben ik wel in een avontuurlijke bui. Wat gebeurt er als ik dit doe? Oh. Huh? Oh! Sorry konijntje, al die pijlen zijn het konijn gedoken en blijkbaar kan deze alleen giftige pijlen afvuren. Wacht even. Dan maak ik wat giftige pijlen voor je. Ik heb gewoon mijn enige giftige pijl in dat konijn gepompt. Het spijt me op een bepaald niveau zo erg. Kijk eens aan. Hopla, 8 nieuwe poison darts. Oké, voor de test. Komt-ie! Oh. What? You fucking what? Ik heb een heleboel vragen tegelijkertijd. Hoezo vliegen mijn pijlen momenteel heel langzaam door de lucht als een pakketje? Kan ik ze oppakken of ga ik instant dood als ik ze aanraak? Dit is heel raar. Oh, ik heb ze weer terug. Hoor er bij die dingen? Dat ze, zeg maar, automatisch bij je terugkomen. Misschien hebben ze een kleine kans dat ze stuk gaan. En anders komen ze als een soort boemerang bij je terug. Is het de bedoeling? Is de game gewoon raar? Ik heb geen idee. Jij hebt waarschijnlijk ook geen idee. Van de buitenkant lijkt het echt een hele grote tempel. Maar als je eenmaal erin zit, valt het allemaal reuze mee. Het is gewoon een paar kamers met een paar kisten. En er zijn mensen die... Ja, ze zijn er niet echt. Ze teleporteren echt naar je toe eigenlijk wel, die Valkyries. Maar dat maakt niet uit. Ik sloop zelfs nog wel. Hop. Kijk eens aan. Alright, you win.
Wel een heleboel extra darts. Dat is dan wel weer fijn. Ik moet zeggen dat het looten van... Ik wilde net zeggen dat het looten van deze dungeon niet zo interessant is. Maar ik heb een white moa egg. Ik geloof dat daar zo'n baby vogel in zit. En dan kun je ze temmen. En dan kun je erop rijden. Ik weet dat deze eieren heel zeldzaam zijn. Ik heb er één keer eerder één gehad. Het probleem is alleen dat ik geen idee heb hoe ik die beesten daadwerkelijk moet temmen. Maar wel, heel erg bedankt voor het ei in ieder geval. Als er te veel van die Valkyries tegelijk bij me spannen, word ik er een beetje, ja... voorzichtig van. Weet je wat we gaan doen? Ik wil gewoon een netjes 1-op-1 gevecht. Ik bouw zo eventjes gewoon de kamer dicht. Is het gewoon jij en ik. En dan steek ik je helemaal kapot met mijn lans. Ik kan nog even proberen dat verhaal af te maken van meneer Diesel. Het ding is dus, vroeger had je alleen maar de benzinemotor. Een motor die werkte op benzine. Oké, dit is kut. Dit is kut. Oh, fuck. Ze kunnen niet in elkaar spannen dat ik er dan in één keer een hoop tegelijk moet vechten. Weet je wat je moet doen? Dit. Ha. Zolang deze gasten niet kunnen teleporteren. Oh, fuck. Het is wel heel lullig als je doodgaat door deze guy. De fucking nepchest. Als je daardoor doodgaat, moet je echt dingen overwegen in je leven. Oké, rust. Rust. Ik kan wel vanaf hier die alvast even looten. Aha, ik heb je te pakken, boef. Nee, wat ik wilde zeggen is, vroeger had je alleen maar de benzinemotor. Dan had je zeg maar een soort aardolie, die moest je bewerken, top benzine, allemaal moeite. En er waren toch wel wat dingen die niet helemaal fijn waren aan de benzinemotor. Dus toen kwam Rudolf Diesel en die maakte de dieselmotor. De oorspronkelijke brandstof voor de dieselmotor was niet diesel, het was pinda-olie. Hij maakte een motor die werkte op plantaardige olieën. En de olieindustrie, die heel veel geld hadden, die waren daar niet heel erg tevreden mee. In principe zou een boer zijn eigen brandstof kunnen verbouwen door iets te groeien wat hij vervolgens om kan zetten in plantaardige olie. En daar kan gewoon zijn auto op werken. Dat werd niet gewaardeerd. Hij was druk bezig met zijn uitvindingen bekender en groter maken. En toen opeens, toen hij... Ik geloof naar... Het was een Duitser. En op een dag was hij met de boot onderweg naar Engeland. Om daar, ik geloof ook, de Britse overheid te helpen met het maken van diesel onderzeeërs. Toen opeens verdween hij op mysterieuze wijze. Hij is enkele dagen later gevonden in het water, verdronken. En tot vandaag de dag is het de vraag. Heeft hij zelfmoord gepleegd? Of is hij omgelegd door de benzine-industrie? Die gewoon doorhadden dat de dieselmotor best wel heel belangrijk zou kunnen zijn in de toekomst van de auto-industrie. Wat het ook was, maar meneer Diesel heeft het zelf nooit echt mee mogen maken. Er zijn ook een hoop mensen die gewoon geloven dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ik vind het wel een rare setting voor zelfmoord. Ook van een boot afspringen, niet de meest handige manier. Maar ook, wie de fuck is er halverwege een zakenreis en denkt dan opeens, ja oké, nu wil ik dood. Nu stond er wel in zijn dagboek de datum van die dag met een soort klein kruisje. Misschien dat hij dat er zelf in gezet heeft. Of, ja, iemand anders heeft het erin gezet, zodat het leek alsof hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat soort dingen zijn altijd heel moeilijk. Maar tot vandaag de dag is het overlijden van meneer Diesel en zijn prachtige, schattige pindamotor een mysterie. Doe ermee wat je wilt. Wat ook een mysterie is, is hoe ik nog steeds niet dood ben gegaan hier. Ik ben er zelf op een bepaald niveau een klein beetje trots op. Het enige jammer is dat ik nog steeds, fuck, geen broek aan heb. Oké, ik heb 10 van die dingen. Ik zit heel erg te twijfelen of ik nu de boss fight wil doen. Of dat ik toch, ja... Eerst eventjes iets hieraan gaat doen. Hoe erg heb ik een broek nodig, is een beetje de vraag. Ik ging hier wel bijna dood. Deze tempel heeft niet heel veel verdiepingen, maar er is een punt waar je in één keer via een grote wenteltrap zo bats, bim, boom, naar beneden kan. En daar is dan best wel groot de kamer van de Valkyrie Queen. Nu moet ik wel zeggen, deze bossfight zou volgens Wikipedia heel makkelijk... moeten zijn als je gewoon dit zwaard gebruikt, waardoor ze omhoog gaat. En er dan gewoon de hele tijd omhoog houdt in iets van een hoekje of zo. Ik ben gematigd bang, dat wel. We kunnen ook eventjes een klein kamertje bouwen om in te schuilen. Je zag net al, deze NPC's zijn gewoon, ja, hoe zeg je dat, nogal dom. Dus als je gewoon een kleine ruimte maakt waar ze niet in kunnen lopen. Dit gaat zo meteen waarschijnlijk wel op slot. Als ik gewoon hierheen loop en gewoon even gauw dit doe. Dan kan ze al amper bij me. Heb ik toch iets van een vluchtroute. Ik vind het wel weer heel onhandig dat ik zo gigantisch weinig eten heb. Maar ik denk dat dit goed moet komen. Ik denk het. Met zeer veel twijfel. Zal ik het gewoon proberen? Oké, ik wil graag vechten alsjeblieft. I wish very well then. Bring me the medals from my subordinates to prove your worth. Then we'll see. I'm ready. I have the medals right here. Goed voorbereid. Let's begin. Ja, is goed.
Ik heb niet echt het gevoel alsof het gevecht al begonnen is. Maar hey, het is jouw feestje. Ik juke je even lekker met die lans. Ik hou je op flinke afstand. Dit lijkt best wel goed te werken. Een beetje vergelijkbaar met de sliderboss van eerst. Gewoon een beetje op een slimme manier damage doen. Waardoor jij wel bij hen kan, maar zij niet bij jou. Ze gooit wel ook iets van balletjes die af en toe ontploffen. Misschien is dat wel iets om enige vorm van rekening mee te houden. Even kijken hoe goed dit werkt. Oh ja, kijk. Dit voelt als vals spelen. Ik heb het gevoel alsof ik meer van een uitdaging verdien. Moet wel een beetje leuk blijven. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon niet de lans en niet dit wapen gebruiken. Kunnen we even kijken hoe sterk ze is. Ik heb nog een zwaard, toch? Ja. Ik ga even kijken hoe het lukt met dit zwaard. Wordt het opeens een heel stuk moeilijker? Mogelijk. Het doet sowieso minder damage. Dus daar loop je sowieso al een beetje in vast. Verder moet ik zeggen dat die queen niet echt zin heeft om het te doden. Of wel dan? Beetje arrogant zitten doen met, ja... Ho! Oké, ze begint nu wel heel veel van die toverballen in te spannen. Die ontploffen na x aantal tijd, of... Dat weet ik niet precies. Oké, het zijn er nu in één keer wel heel veel. Ik vind het wel tof dat de bossfight geleidelijk gedurende het gevecht... Ik ben er nog lang niet, maar gedurende het gevecht een klein beetje moeilijker wordt. Er komt in één keer heel veel vuur uit de lucht vallen in ieder geval. Kun je even wachten? Ik ben even een broodje aan... Nee, ik ben even een broodje aan het eten. Ik had kunnen zeggen altijd Harris, maar speciaal voor jullie heb ik besloten het niet te doen. Erg cool van mij. Dan toch maar weer gewoon lekker dit doen. Dit is wel de duidelijk betere strategie. Oké, ik was even aan het kutten. Doe ik wel vaker. Maar wat dan vaak gebeurt, ja, zoals je ook wel vaker ziet, is dat ik er opeens een klein beetje een potje van maak. Wil je even weg? Fuck. Ik moet healen. Waarom is dit altijd een probleem? Wacht. Ga eens weg. Fuck. Oh, fuck. Als ik er in de lucht sla, dan kan ze wel niet naar me toe. Dit is slim. Dit wint mij tijd. Doei. Oké, ik heb een soort van. Ik wil het hebben over zwangere vrouwen en hoeveel botten ze hebben. De vraag is, stel een vrouw is zwanger. Heeft ze dan meer of minder dan 2 keer haar normale hoeveelheid botten? Aangezien, ik weet niet of je het weet, maar baby's hebben ook botten. Die zitten dan in je lichaam. Dus ja, ze heeft sowieso extra botten. Maar de vraag is, heeft ze er meer of minder dan 2 keer zoveel? Mijn oorspronkelijke gok zou zijn minder dan 2. Want ja, die baby moet nog groeien. Misschien komen er nog wat botten bij. Het goede antwoord is meer dan 2 keer. Aangezien blijkbaar in het begin, als je nog niet helemaal geboren bent... vieze safe spot dit. Vieze safe spot. Kom naar beneden en vecht mij. Anders kom ik je halen, verdomme. Hier zo. Maar ja, wat ik wilde zeggen is dus... als je dus nog niet geboren bent, dan heb je dus meer botten. Want sommige botten moeten nog aan elkaar geplakt worden. Dat is best wel cool. Botten zijn sowieso fucking raar, man. Als je een arm breekt, is het voornaamste wat ze doen. Gewoon, ja, de gebroken stukken botten gewoon tegen elkaar aanplakken en vasthouden. Op een manier dat het, ja, de komende tijd niet beweegt. En gewoon wachten... Tot het tegen elkaar aangroeit. Zo werkt zwangerschap eigenlijk ook een beetje. Dat ja, je hebt eerst veel meer botten. En die groeien langzaam tegen elkaar aan om meer botten te worden. Ja, best wel lachen. Buiten het verhaal over zwangerschappen om vind ik dit best wel een relaxte bossfight. Ik ben wel weer bijna aan het verliezen. Daar moet je wel op letten. Want ja, het gaat best wel snel soms hoor. Het gaat soms best snel. Ik had eigenlijk wel iets meer uitdaging gewild van die chick. Ja toch? Het is niet eens of ze de best doet. Hoppa, dethroned. Ja, precies. Ik ga even lekker op die troon van je zitten. Oh, dat is fijn. Dat is relaxed. Ik vind het wel leuk hoe ze iedere keer zo'n speciaal muziekje doen als je een bossfight verslaat. Jammer noob. We gaan even kijken wat voor mooie shit we deze keer in de schatkist vinden. Ik heb hier namelijk een hele mooie silver key. Oké, een invisibility cloak. Wat is dit voor Harry Potter shit? Ik had hier net over gelezen op de wiki. Als je de invisibility cloak aan hebt, dan vallen monsters je niet aan. Oftewel, je bent... Fucking vet. Deze mod voegt echt wat leuke dingen toe. Je bent onzichtbaar. Lachen. Verder hebben we de Neptune Gloves. Ik weet niet precies wat die doen, maar daar zit vast iets van een coole eigenschap aan. Waarschijnlijk kun je er langer mee onder water ademen of iets in die richting. We hebben ook een stukje Valkyrie armor. Dat ziet eruit alsof het sterker is dan het armor dat ik heb. Ja, dit is plus 8 armor en nog een klein beetje iets. Jammer dat het dan net geen broek is, maar je kan niet alles hebben. De Valkyrie Queen is in ieder geval neer. Nu moeten we door naar de volgende bossfight. Dat is de zonnegod. Het probleem met de zonnegod is vooral dat de hele ruimte van de bossfight
staat in de fik. Voornaamste manier waarop ik waarschijnlijk zal sterven is, ja, gewoon branden. Misschien is het dan toch eventjes de moeite waard om langs te gaan in de Nether om eventjes een potion of fire breathing te maken. Nee, niet fire breathing. Ik bedoel fire resistance. Ik geloof dat je daar magma cream voor nodig hebt en dan dus voornamelijk, ja, eventjes een Nether fortress zien te vinden. Maar misschien is voor nu de belangrijkere vraag, hoe kom ik hier weg? Ik heb dat konijn op mijn hoofd doodgemaakt. Ik heb jammer genoeg geen parachute bij me. Dit is wel een klein probleempje. Ik kan hier naar beneden springen en hopen dat ik gewoon in de normale Minecraft wereld netjes land. En anders, ik heb gewoon een spawn. Ik kan mijn spullen gewoon pakken. Belangrijkste is coördinaten aan. Checken wat de coördinaten zijn. Dit is waarschijnlijk de snelste manier om dit te doen. Het spijt me zo erg. Oké, min 383. Hier ben ik nog nooit geweest in ieder geval. Oh! Heeft er toevallig iemand zin in een flinke wandeling? Nou, het valt ook wel weer mee. Het is zeker die kant op, of niet? Niet. Oh, het is ergens daar in de verte. Dat moet een soort van lukken. Ik weet niet precies hoe lang het duurt voordat je spullen weg zijn. Maar ik zal het voor zijn. Hallo? Heeft iemand toevallig me... Ja, in de boom. Mijn spullen gezien. Oké, dit ging aan de ene kant verschrikkelijk. Ik had gehoopt gewoon netjes in het water te landen. Holy shit. De splash van mijn items is zo gigantisch breed. Ik heb nog nooit zoveel spullen verdeeld zien liggen over zoveel vakjes. Maar hey, het had erger gekund. Ik hoef nu alleen maar terug te lopen naar mijn, ja, basis. Ik ben een klein beetje verdwaald, maar ik heb een plan. Let's fucking go! Oké, waar moet ik heen? Waar is mijn portal? Daar zo! Puk! Yes! Het werkt! Dat was best een slim idee, of niet? Overzicht is alles. Dit zwaard is echt top. Helemaal fantastisch. Ik zal eventjes gauw mijn spullen een klein beetje rangschikken dat ik niet te veel meuk bij me heb, want ja... Het grote nadeel van geen huis willen bouwen is toch dat je, ja, je inventory zit altijd vol. Ik zal eventjes de paar dingen die soort van belangrijk zijn meenemen naar de Nether. Hoeven we daar alleen maar eventjes gauw een paar spulletjes te halen. Ik heb totaal geen zin om daar urenlang te blijven. Ik wil gewoon eventjes gauw die potion of fire resistance om de boss fight makkelijker te maken. Weet je wat? Fuck it. We hadden net al een makkelijke boss fight. Ik ga er gewoon in, balls deep. Zonder potion of fire resistance. Het enige probleem is, als je daar doodgaat vanwege al het vuur, verbranden je spullen. Dus dat is wel een klein risico wat je neemt. Maar ik heb wel zin in een klein risico. Het wapen is zo leuk. Ik geniet echt met volle teugen. Laat ik wel een paar dingen bewaren. En misschien iets van een broekie aandoen. Oh man! Woe! Nee, ik vind toch de Ever een leukere plek dan de normale wereld. Heel gauw doei. Die onzichtbaarheidsmantel wil ik sowieso wel bewaren. Is toch een cool Harry Potter grapje. Die moeten we even bewaren. Ik heb mogelijk heel slecht nieuws. Volgens mij ben ik die lans kwijt, of niet? Waarschijnlijk ligt die nog op de plek waar ik dood ben gegaan. Ik zit er al mijn troep heen te zoeken. Ik heb wel nog die cloud staff. Maar die moker chille lans, die is weg. Oh man. Hey, mensen die de video kijken. Zouden jullie het zeer extreem vals spelen vinden als ik eventjes een nieuwe lans inspaan? Want ik vond het echt een leuk wapen. Ik heb die sliderboss echt 5 keer moeten doen om dat ding te krijgen. Ik heb recht op dat ding. Ik zie opeens dat ik echt 15 chests heb. Hoe zou dat nou komen? Misschien omdat die chestgozers ze altijd droppen. Hey, stoppen met sneeuwballen op me gooien. Ik heb hier een dramatische discussie met mezelf. Dankjewel. Eerlijk gezegd denk ik dat ik die motherfucker wel kan hebben. Die zonnegod daar in de verte. Maar eerst voor de zekerheid ga ik heel even op jacht naar nog een paar blokjes grafitiet. Dat ik in ieder geval, ja, een broek aan kan doen. Verder, als je een beetje kijkt naar de achievements die je kan halen in de Ever, dan heb ik er best wel veel, behalve 2 bosses. En het breeden van een MOA, waar ik dus een ei van heb gevonden. Je kan geloof ik een soort incubator bouwen, een soort ei-broedmachine. Misschien is het leuk om dat als laatste te doen. Gewoon een klein baby kutvogeltje die me de hele tijd vergiftigen. En er is nog een achievement voor het bereiden van zo'n vliegbig. Maar ik heb geen zadel, dus ja, dat maakt het niet veel makkelijker. Ik vind het halen van alle achievements wel een soort mooi einde van de XL gameplay. Dus in dat opzicht... Huh? Dat is geen big. Ik wist niet dat je vliegende koeien had hier, joh. Nou, mooi beest. En ze droppen... Oh.
In ieder geval, we gaan weer eventjes lekker voor de standaard missie. Gewoon een klein beetje rondvliegen. Ik weet niet of dat de handigste kant is. Op zoek naar wat grafitiet. Ik zie daar misschien in de verte al wat. Alhoewel, ik zie vooral heel weinig in de verte. Dus, nou, dat is helemaal niks, jammer genoeg. Ah joh, waarschijnlijk heb ik het echt binnen enkele seconden gevonden. Deze strategie, hoppa. Dat waren letterlijk enkele seconden, of niet dan? Ik heb er geloof ik 3 nodig. Dus, hey, kijk eens aan. Dat zijn er 4. Dat is helemaal top. Hoef ik alleen maar, oh, 5 zelfs. 6 zelfs. Zo, nou. Nu is de enige vraag, hoe kom ik weer aan de overkant? We kunnen gaan klimmen, maar we kunnen ook weer gaan voor de geniale truc. Laat de nerds! Je moet alleen niet te hoog gaan, want voor mij gaat dan je konijn dood. Voor mij is dat wat ik de eerste keer deed. Ik ging gewoon dusdanig hoog dat mijn konijn overleed. Net zoals die blokjes die zo in één keer zo snappen en kapot gaan. Ik kan op die manier ook bij dat eiland komen. Dit is echt heel handig. Als je op een gegeven moment echt een beetje die goede gear hebt, schiet het echt lekker op. Verder moet ik zeggen, deze mod heeft trouwens ook nog een heleboel andere spullen die heel erg handig zijn. Je hebt een ring die kan water en lava bevriezen. Je hebt wapens dat als je vijanden raakt, dan heal je ook een klein beetje. Maar de meeste van die spullen die kun je echt alleen krijgen uit dungeons. En de spullen die je krijgt uit dungeons zijn gewoon compleet gerandomized. Nu is het zo dat iedere dungeon zit gewoon 30 keer in de map geplakt. Dus je kan bepaalde bosses gewoon meerdere keren doen als je die spullen wil. Ik zag ook dat er een steen der wijze is. Nog een Harry Potter referentie. Die zorgt ervoor dat je geloof ik in het algemeen gewoon iedere paar seconden een hartje erbij krijgt. Het zijn allemaal dingen die het nog een stukje makkelijker maken dan het al was. Maar het is wel leuk dat ze bestaan. Ik zie daar in de verte alweer mijn prachtige trouwe portal. Oh, en een klein cadeautje. Van Notch, niet gecheat. Wat zou erin zitten? De Valkyrie Lance! Hoe wist ik, terwijl ik aan het cheaten was, dat ik dit wilde hebben? Wat goed! Dan moet ik eventjes gauw proberen deze Gravitite Ore te smelten. Enige probleem is, ik heb voor mij helemaal geen... toch wel Ambrosium Shards. Gelukkig. Anders moest ik die gaan zoeken. Helemaal geen zin in. Wat moet je dan doen? Fucking minen. Dacht het niet, pik. Misschien nog even iets van food meenemen. Wil nog wel eens een probleem zijn. Hey, broekie. Hey. Eigenlijk zou ik nu een volledig roze setje hebben, maar ik heb ook een deel dat Valkyrie armor. Zie ik er al cool uit, of niet? Dit is prachtig. Wat een outfit. Ook deze boss fight heb ik nog nooit eerder verslagen. Ik heb op YouTube gekeken naar een filmpje van een gast die uitlegde hoe het moest. Hij deed er 20 minuten over. Dat klinkt als een potentieel super spannende bossfight. Nou, totaal niet. Oh, kijk, dit is wel even super handig voor het vinden van die ingang. Oh, ik hou zo van konijnen op mijn hoofd. Je moest eens weten. Deze bossfight heeft geen enkele vorm van een dungeon. Je loopt gewoon naar binnen en daar is hij dan, de zonnegod. Misschien moet ik eerst even het konijn doodmaken. Die gaat sowieso alleen maar in de weg zitten. Misschien als ik mezelf in brand zet, het konijn ook sterft. Zonnegod is gewoon aan het chillen van, yo gast, wat ben jij aan het doen? Nee, is goed. Ik ben een professional, ik weet alleen niet hoe. Ik moet eigenlijk even iets van zand hebben of zo, dat ik mezelf kan verstikken. Maar dat het konijn ook stikt en die gaat eerder dood. Het is een beetje de klassieke parkiet in de mijn, weet je wel. De parkiet gaat eerder dood, als de parkiet dood gaat, giftige dampen, wegwezen. Ik heb echt een gigantisch slecht idee. In principe, deze blokjes zijn een soort anti... zand. Dus misschien kan ik een soort valstrik maken waar ik mezelf en dat kutkonijn laat stikken. Dan moet ik zoiets doen, denk ik. Ja. Wat ik dan dus doe, is ik moet daar die blokken inzetten. Daarboven komt een blokje dirt. Daaromheen komt dan een kamertje waar ik in kan staan, waar voor de rest geen ruimte is. Dus een beetje, ja, nou gewoon dit eigenlijk. En dan moet ik een blokje dirt weghalen. Je moet wel echt een hekel hebben aan dat kutkonijn om dit helemaal op te zetten. Nou, het gaat sowieso niet meehelpen voor het gevecht. Oké, dit staat soort van klaar. Ik ben oprecht heel erg benieuwd of dit gaat werken om mij en dat konijn dood te maken. Het enige probleem is dat blokje dirt gaat natuurlijk ook weg. Maar misschien zag ik er doorheen. Oh, het werkt! Ik ben aan het sterven! Dankjewel! Oh, nog een keer! Wat? Ik wilde niet daadwerkelijk dood! What the fuck gebeurt er? Wat was dat? Er bleven maar blokjes komen. What the fuck? Huh?
Ik hoop heel erg dat ik een stackje heb van iets. Oh, gelukkig, een stack Holy Stone. Moet ik even gauw een konijn vinden. Kan ik heel snel terug naar mijn spullen. Dat was denk ik oprecht de meest lullige manier ooit waardoor ik ben doodgegaan in Minecraft. Ik ben wel benieuwd of het nou gewerkt heeft om ook dat konijn te vermoorden. Ik ben best wel bang dat mijn spullen vastzitten in steen. Ik heb ook, ja, geen pickaxe meegenomen of zo. Dat zou best wel kut zijn, man. Oké. Ik kom eraan, spullen! Papa is hier! Even kijken, die ingang was ergens hier zo. Huh? Hoezo ligt daar experience? Precies dit was ik bang voor, dat mijn spullen gewoon compleet in die bergen glitched zijn. Ze zijn er echt helemaal doorheen gedrukt. Oké, ja, dat is wel de reden waarom ik doodging. Ik bleef maar omhoog verder die berg ingedrukt worden. En die stukjes graffitite kon ik blijkbaar niet Ah, joh, boeien. Ik leef weer. Ik heb niet al mijn spullen terug. Oh, kut. Is er een deel naar beneden gevallen? Wat is er gebeurd? Hey! Oh, dat is een blokje dat me vermoord heeft, of niet? Ik ben niet blij het te zien. Op geen enkele manier. En ja, ik heb wel nog steeds zo'n kutkonijn op mijn hoofd. Het heeft ook niet geholpen of zo. Ik heb het gevoel alsof ik alsnog wat spullen kwijt ben. Maar ik heb in ieder geval mijn graphite sword. Ik heb de lance. Ik heb de pickaxe. Ik heb iets van food. Fuck it. We rollen gewoon deze boss battle binnen. Dan probeer ik het maar gewoon met konijn. Oh, dat is hem ook, of niet? Is dat het konijn dat op mijn hoofd zat? Jij hebt mij zoveel problemen bezorgd. Kappen nou. Ik vind het wel jammer dat deze gast gewoon oprecht niet dood kan. Er moet toch een manier zijn om die gast van mijn hoofd af te krijgen. Nou, laat ik maar zitten. Hey, zonnegod. Ja, sorry voor dat ene gebeuren van net. Dat was een klein beetje ongemakkelijk, maar heb je toevallig zin om te vechten of niet? Ik ben de zonnegeest. De verwezenlijking van de eters daglicht. Zolang als ik leef, zal de zon nooit ondergaan in deze wereld. Nou, wil je vechten dan misschien? My body burns with the anger of 1000 beasts. No man, hero or villain can harm me. You are no exception. You wish to challenge the might of the sun? You are mad. Do not further insult me, or you will feel my wrath. Kom dan. This is your final warning. Leave now, or prepare to burn. Nee, is goed. Oké, we zijn begonnen. Deze bossfight is in principe super simpel. Hij gooit een heleboel balletjes alle kanten op. Ja, die moet je ontwijken. Maar soms is er een wit balletje. En die moet je tegen hem aanslaan. Wat super moeilijk is, aangezien dat witte balletje, je ziet hem hier, beweegt echt alle kanten op. Dus hem ermee raken, aangezien hij ook alle kanten op beweegt, gaat echt een kleine eeuwigheid duren. En daarom duurt deze bossfight dus waarschijnlijk een flinke 20 minuten. Waar ik echt op geen enkele manier zin in heb. Kom op, Rick! Fuck! De bossfight op zich is niet heel moeilijk. Je moet gewoon een beetje die vuurtjes uitslaan. Een klein beetje die balletjes ontwijken. Maar als je gewoon genoeg vuur bij je hebt, moet ook dat wel goed komen. Het enige kutte is, het is gewoon bijna onmogelijk om die gast te raken met dat glazen balletje. Ik heb het op stream een tijdje geprobeerd. Het is 0 keer gelukt. Oprecht. Het ziet er makkelijk uit. Geloof me. Download deze smerige mod. Het is niet, ik herhaal, niet makkelijk. Ah, yes! Ik heb er één. Ik heb er één. Woe. Je moet gewoon echt dat balletje een beetje volgen. Je moet niet... Oh! Oh! Dit wist ik niet. Dit wist ik niet. Hij spant kleine versies van zichzelf. Oh, fuck. Ja, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Ik had ook veel te weinig eten, maar ik dacht, nou, niet nodig. Niet nodig. Nou, blijkbaar wel. Het enige goede nieuws is dat blijkbaar de meeste van mijn spullen nog soort van intact zijn gebleven. Maar man, ik heb echt geen zin in dit gevecht. Het duurt ook nog eens heel lang. En blijkbaar is het ook daadwerkelijk nog op een bepaalde manier moeilijk. Als hij gewoon heel af en toe zo'n klein mannetje spant, dan is het wel te doen. Maar als het gewoon de hele tijd is, dan wordt het echt wel pittig. Want een beetje net zoals die slider, er is gewoon niet echt een raam waarin je lekker kan eten. Of ik moet weer een trucje verzinnen. Gewoon even een klein ruimtetje maken waar ik gewoon een beetje rust kan pakken. Dat is gewoon belangrijk. Het zou kunnen dat zo'n soort hutje gewoon prima werkt. Dus ik gewoon eventjes wil healen, even wil eten, gewoon even relaxed. Gewoon, yo, zonnegod. Supercool gevecht en zo, maar ik heb gewoon even honger, man. Je valt me de hele tijd aan en shit. Niet cool. Nou, oké. Poging 2. Let's fucking go. Did your previous death not satisfy your curiosity, human? Nee, joh. Tuurlijk niet. Oh, man. En we zijn weer los. Kom op. Oh, dat was echt bijna raak. Je moet gewoon alleen schieten als die gast gewoon half met zijn lichaam in dat balletje zit. Makkelijkste is denk ik toch gewoon dat balletje volgen. Gewoon de tijd nemen. Als een balletje jou raakt, doe dat trouwens ook... Fuck! Oh, wacht. Misschien kan ik beter die lance gebruiken. Aangezien je moet het balletje aantikken. Als die lance inderdaad een vele malen... Hoppa!
grotere hitbox heeft, zou hij het gevecht ook vele malen makkelijker moeten maken. Kom je nog op me af met een kleine mannetje, of niet? Ja, daar is hij al, daar is hij al. Ah, dit werkt. Oké, ik denk dat hij echt alleen die mannetje spant iedere keer als je hem damage doet. Dan is het nog best wel goed te doen. Oké, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Kom maar hier, hoppa. Dat is niet raak, maar ik waardeer mijn eigen enthousiasme. Ik zie dat mijn facecam boven de gezondheidsmeter staat. Maar als ik er zo een beetje naar kijk, na één hit, is hij denk ik wel 10% van zijn levens kwijt. Dus iets van 10 keer raken en dan ben je er al. Ja, dat duurt ongeveer 20 minuten. Ai. Hoppa. En weer mis. Hoppa. Dat was echt een beetje een gelukstreffertje, maar daar gaat het niet om. Oké, ik word iets harder geknald van alle kanten dan ik had gehoopt, maar het gaat nog soort van goed. Plonk. Hey. Het is wel een beetje makkelijk scoren als je die gast alleen raakt als dat witte balletje half in zijn lichaam steekt. Maar hey, het werkt voor mij. Dat is het belangrijkste. Hop! Oh, bijna. Ik ga even in mijn snackhutje zitten hoor. Ben zo terug. Ah, wat relaxed dit. Misschien wel even dit doen. Even een raampje erin maken voor het uitzicht. Hallo, alles goed daar met die vuurballen van je? Oh, dat vuur duurt wel lang. Echt heel lang. Nee, oké. Ik dacht even dat je me gewoon helemaal dood liet branden. Dat kan gebeuren. Zou ik persoonlijk niet heel tof vinden. Maar hey, het is jouw feestje, weet je. Ik ben er weer klaar voor. Kom maar door. Oeh, wat doet dat ding daar opeens? Glitch de PC een of andere mob naar binnen die gewoon instant sterft. Dat is wat er gebeurt als je fuckt met de zonnegod. Boom! Shit. Kabam! Yes! Yes, yes, yes. Oké, wat als hij naar dit hutje toe gaat? Kan hij me nog aanvallen? Kom dan. Oh, kut, daar kan hij gewoon in. Oh, man, oh, man, oh, man. Niet cool, niet cool, niet cool. Niet cool, niet cool, niet cool, niet cool. Ik was aan het winnen. Is hij nou dood? Is hij dood? Oh, oké. Dat scheelde niet heel veel. Oh. Verder ben ik ook wel een flink beetje bang dat ik toch niet genoeg food heb meegenomen. Dat gaat ja toch voornamelijk afhangen van hoe vaak ik ga scoren met die balletjes. Nou ja, nu niet momenteel in ieder geval. Oké. Fuck. Ik heb hem geraakt. Dat is het goede nieuws. Slechte nieuws is... Gastjes dachten hem aan. Oh, valt wel mee eigenlijk. Oké, nou als je daar gewoon blijft staan. Ik zit opeens te denken, hè. Die gozer... Die beweegt niet in dit huisje. Misschien als ik de ruimte... Oh! Fuck. Oh, ik ben dood. Dit is zo jammer. Dit is zo jammer. Ik heb helemaal geen zin om dit fucking gevecht nog 3 keer te doen. Ik weet wel, ik heb veel meer food nodig. Veel meer food. Ik moet mijn spullen weer halen. Wat een gezeik. Ik heb helemaal geen zin in gezeik. Ik zat al te kutten met ik heb niet genoeg food. Ik moet meer food hebben. Ik moet ook weer mijn spullen halen. Oh, man. En er zit een konijn op. Oh... Ik had ook sowieso te weinig food. Ik ging het sowieso niet halen, maar dit is wel helemaal kut hoor. Moet ik helemaal eerst mijn spullen halen, dan meer voer halen. Wat een kut leven, joh. Ik heb een nieuwe strategie. Kan deze gast door balken heen? Wat nou als ik gewoon de bossroom een flink stukje kleiner maak, waardoor die motherfucker... Een flink stukje makkelijker te raken is. Je moet gewoon de hele ruimte, je hebt toch de tijd, gewoon zo inrichten. Dat je maximaal kan domineren. Doen we een beetje zoiets, ja hoor. Gewoon eventjes zo, dubbele lijn. Nou, daar moet hij niet doorheen kunnen, denk ik. Doen we hetzelfde grapje aan de andere kant. Dan is de vraag alleen nog, wat ga ik doen met die kleine mannetjes die me de hele tijd aanvallen? Misschien moet ik gewoon een soort trucje doen. Dat ik gewoon op een blokje sta waar ze niet bij kunnen. Ik ben nu verder aan het bouwen met hout. Dat vind ik wel erg risky, gezien de hele ruimte, ja, vuur is. Ik hak wel gewoon even wat extra steen. Dat is toch een iets veiligere keuze. Met deze pickaxe gaat dat allemaal, ja, redelijk snel. Toch? Dit ziet er al best wel goed uit, maar dat kan beter. Dat stukje aan de achterkant hier, moet je daar echt zijn? Want weet je, eerlijk gezegd verhoogt vooral de kansen dat ik, ja... Mis met die irritante balletjes van je. Ik vind het echt top hoe ik gewoon mijn creativiteit kwijt kan in deze bossfight. Oké, het andere probleem. Het feit dat ik onterecht ook wel soms aangevallen word. Kan ik deze blokjes stuk maken? Nee, oké, daar hebben ze wat op verzonnen. Ik vlucht wel gewoon deze kant op. Dat is wel prima. Laten we dat doen. Oké, ik ga er met iets meer zelfvertrouwen in als de vorige keer. Ik ben heel benieuwd... In hoeverre dit gaat werken. Kom maar door. Oké, ik ga hier staan. Oh ja, kut. Die muur achter me is dichtgegaan. En hij beweegt gewoon door de balken heen. Nee, oké.
Dan heb ik hier echt helemaal niks aan. Behalve dat de ruimte nu propvol zit met balken. Dit is zo jammer. Oh, wel meteen damage gedaan. Dat brengt gewoon geluk. Hé, hey, gozertje. Wegblijven. Nou, het werkt wel echt fijn met die lans. Oké. Het valt me nu pas op dat je best wel goed stil kan staan in deze ruimte zonder bijzonder veel damage te nemen. Verder, jammer genoeg, de balken die ik heb geplaatst, waar die heel leuk doorheen vliegt, die blokkeren wel mijn projectielen. Dus eigenlijk heb ik het op een bepaald niveau moeilijker gemaakt voor mezelf. Oké. Ik ga het toch maar gewoon even weghalen. Dit voelt als een heel raar verlies. Zo'n creatief leveltje. Yes! Oh, mijn geniale plan is dan misschien gesneuveld. Maar jij zult ook sneuvelen. Alsof ik niet ga missen. Tot ik weer even full health ben. Ik merk wel dat hier staan een best wel relaxte ervaring is. Gewoon een beetje wachten tot je denkt, nou, ik zie nu net eventjes de perfecte kans om het vieze balletje zo bam in zijn gezicht te knallen. Moet je wel raken. Maar soms lukt het, Dit duurt zo lang. Oh, dit is zo saai en het duurt zo lang. Fuck. Alsjeblieft, kijker, wees blij. Yes, dat ik deze video's edit. Ik doe je zo'n gigantische gunst daarmee. Weg. Kst, weg. Kst, weg. Kst, weg. Kst. Hey, rot even op, gast. Hey, dankjewel. Oké, kom op. Meteen doorpakken, Ik heb een keer geraakt. Zelfvertrouwen door het dak heen. En mis. De reden dat het zo makkelijk lijkt is, het valt niet op hoe snel dat balletje beweegt. Als je dat balletje in wil halen, het is gewoon bijna niet te doen. Hij zit net boven je. Dus vaak is de hoek net een beetje raar dat je net voor of naast hem doet. Je moet zo goed die gozer zijn bewegingen inschatten. Je schiet gewoon eigenlijk altijd mis. Zelfs als je een beetje een goed schot hebt. Verder duurt het fucking lang voordat dat balletje respawnt. Oh man, ik haat mijn leven zo hard. Ondertussen ben ik alweer een goede 10 minuten bezig. Ik zou zo waar willen vals spelen. Maar ik weet ook niet hoe. Want voor mij, als je in creative gaat, dan verdwijnen die gozer zijn levenspunten. Dus dan kun je hem niet doodmaken. Ja, doodgaan bij mij is ook niet zozeer het probleem. Ik kan niet een beter wapen inspannen. Je kan hem alleen doodmaken met die witte balletjes. Oeh, fuck. Ik word zo moe van jou. Godver. Nu pak ik je. Weer mis. Tuurlijk, joh. Kan ik er ook wel bij hebben. Yes. Eindelijk weer een hit. Door hem gewoon weer al te raken. Terwijl ik half in hem zit. Tuurlijk, joh. Boeien. Hey, oké. Oeh. Meteen doorpakken. Oh, wat een treffer. Alsjeblieft even oprotten. Dankjewel. Ik ga even gauw naar mijn hutje toe, joh. Nou, deze gasten doodmaken met het hutje werkt over het algemeen best goed. Behalve als het niet werkt. Maar je kan er alsnog best prima healen. Ik ben daadwerkelijk op de helft. Kijk! Ik krijg in één keer gewoon een kans in mijn schoot geworpen. Kom maar door met dat zoontje van je, joh. Doe maar zo'n balletje. Ik voel hem wel. Ja. Kijk, daar heb je er een. Misschien kan ik beter eerst even dat jochie doodmaken. Voordat er zo meteen 5 rondlopen. En ze in één keer allemaal tegelijk op me duiken. Hopla. Poep. Nee, ik doe de voltreffers hier. Oeh, ik heb hem nog een keer geraakt. Terwijl ik dat joch aan het pompen ben. Helemaal top. Ik kom zo bij u. Ik ben even gauw aan het healen. Er zit daadwerkelijk opeens iets van vaart in. Net toen ik zei van jongens, kan ik dit niet gewoon cheaten of zo? Toen had de game zoiets van, oh. Weet je wat? We laten die balletjes opeens op magische manier wel aankomen. Nee, heel tof. Ik moet hem denk ik nog 2-3 keer raken. Oké, dat kan ik. Fuck. Nee. Ik wil niet nu in de brand staan. Oh, fuck. Nee. Fuck. Dit spel. Ik ben er godverdomme helemaal klaar mee. De boss battle hierna is letterlijk nog kutter. Ik wil dus zo graag die boss fight verslaan. Want weet je wat je krijgt? Als het was gelukt, zou ik deze krijgen. Een zonnealtaar. En met dit item kun je dag en nacht in Minecraft aanpassen. Het is best wel cool. Je hoeft nooit meer te slapen. Je kan gewoon jouw perfecte tijd kiezen. Maar weet je wat? Fuck dit hele spel. Ik ben helemaal klaar met deze mod. Ik ben genoeg dood gegaan. Ik doe dit niet vaak, maar ik kap ermee. Ik zal in ieder geval even laten zien wat die laatste boss is. Het is een hele grote, hele dikke walvis die niks doet. En dan af en toe duikt.
en dan kun je hem slaan. De bosses op zich zijn heel vet, vooral met van die gigantische dungeons eraan, maar de gevechten zelf zijn voornamelijk flinke poep. Niet dat ik het beter kan, ik heb nog nooit een Minecraft mod gemaakt. Laat mij in ieder geval even weten of je het leuk zou vinden om meer XXL gameplays te zien waar ik Minecraft mods speel, want daar sta ik best wel voor open. Voor nu ben ik er gewoon eventjes klaar mee. Ik heb zoveel tijd in deze video zitten en het loont op geen enkele manier. Het spijt me dat deze video geen perfect einde heeft, maar Minecraft Survival heeft nooit echt een perfect einde. Dus een goede rage quit moet je maar mee doen voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En tot binnenkort misschien bij een andere Minecraft mod. Tot dan! Doei!